Ja, hallo, ik denk dat ik toch maar hier op het podium ga staan. Dat is mijn enige kans waarschijnlijk om op het podium van DAB te staan ooit. Als ik dat later na vertel, ga ik dan de details waarschijnlijk een beetje vaag. Zo die keer dat ik moest optreden in de DAB. Maar voilà, ik ben hier om te doen wat ik eigenlijk altijd doe. Dat is, ik volg de nieuwe technologie en ik schrijf daar stukjes over voor de Standaard al een jaar of 15. En ik tweet daar ook heel af en toe over, maar is de laatste tijd wat minder geweest. Maar me vroeg of ik een beetje een inleiding wilde geven over virtuele realiteit. En laat dat nu het onderwerp zijn eigenlijk. Enfin, als er één onderwerp is waar ik de laatste jaren echt opgewonden over ben geworden qua nieuwe technologie, dan is het virtuele realiteit. Want daar is echt iets bijzonder opwindend aan het gebeuren. En het is echt aan het gebeuren terwijl we hier zitten. Het wordt allemaal zo'n beetje uitgevonden. Niet alleen door die grote bedrijven in Amerika, maar ook door een aantal kleine bedrijfjes hier in Vlaanderen, zoals Yonder en Fisheye. En dat is dus een fantastische gelegenheid eigenlijk om dat allemaal een beetje te zien. En ik ben dus in feite maar het voorprogramma, maar ik ga het allemaal een beetje inleiden en een beetje vertellen over virtuele realiteit. Nu, aangezien ik technologie al een jaar of 25 volg in totaal, heb ik al de vorige twee keren geweest geweten dat VR opeens hip was en dat het helemaal ging doorbreken. En dat is toen niet gebeurd in de jaren 80 en ook niet in de jaren 90. En nu gebeurt het wel. En dat ga ik een beetje vertellen hoe dat eigenlijk zit. Dus ik wil dat beeld er toch even bij hebben van die tsunami die eraan zit te komen. Want het is er allemaal en op een bepaald moment gaan we ons dat realiseren. Dus virtuele realiteit is niet zoiets dat zomaar uit het licht komt vallen. Dat is het belangrijke punt eigenlijk. Het is iets waar wij al heel lang naar verlangen. Iets dat we willen, iets dat we proberen te maken. En iets waar we eigenlijk heel veel best wel nuttige of entertainende toepassingen van hebben. Maar dat eigenlijk een beetje was doodgelopen. Verschillende keren eigenlijk historisch, maar het laatste midden jaren 90 is dat eigenlijk een beetje doodgevallen. En nu is het er opeens. En al die mogelijkheden waar iedereen altijd mee in zijn hoofd heeft gelopen, ja, die gaan er nu binnen, ja, ik moet zeggen, enkele maanden eigenlijk. Hè. Dus er zijn nu al een paar van die toestellen op de markt, maar die grote explosie is nog een paar maanden van ons af. Maar echt niet meer dan dat. Virtuele realiteit is iets waar we al heel lang van dromen. Dus dit is de holodeck van Star Trek. En ik denk dat is een reeks waar toch wel een aantal mensen van jullie ook mee zijn opgegroeid. Ik helaas nog met de eerste Star Trek-reeks. Technologie, wat komt het eerste? Technologie of de toepassing? Dit is nu bijvoorbeeld een technologie waar ik dit jaar heel wat over heb geschreven, waar heel veel over gepraat is en waar iedereen zich nu van begint af te vragen, nu dat ze er eerst jaren aan hebben gewerkt en dan miljoenen in de marketing gestoken, van ja, wat moet je er nu eigenlijk mee? En dat soort technologie zien we heel vaak. En daar moet ik ook heel vaak over schrijven. Dit is ook zoiets, hè? Die Google Glass, hè? Dat zag er spectaculair uit om er mensen mee te zien rondlopen. Maar als je het dan op je neus zet, was het bijzonder teleurstellend. En wat moet je er nu in godsnaam mee doen? Daar de hele dag mee rondlopen en dan zie je kleine tekstjes verschijnen in de rechterbovenhoek van je oog. Eigenlijk kun je er helemaal niks mee. En dus Google heeft het ondertussen ook zo goed als opgedoekt en waarschijnlijk terecht. Iets helemaal anders is dus met VR aan de hand. Hè. Dus de stereoscoop, niet deze, want dat is een iets recenter model van eerder rond 1900, maar de eerste stereoscoop is in 1838 al uitgevonden. Dus daar zijn we eigenlijk al bijna 200 jaar mee bezig. En het principe was eigenlijk altijd hetzelfde, dat je een apart beeld hebt voor je linker en je rechteroog en dat je probeert de mensen onder te dompelen in een virtuele wereld. Een andere plek dan waar je in het echt bent. Dat is gewoon een opwindend idee altijd geweest. Dit was voor mij dan de eerste VR-ervaring, heel primitief, de Viewmaster, die zelf eigenlijk ook al van 1939 en de wereldtentoonstelling in New York dateert. Eigenlijk precies hetzelfde principe als die Victoriaanse stereoscopen, maar in een stukje plastic gestoken en met zo'n handig schijfje, want die schijfjes kon je dan verkopen. En de Viewmaster duikt nu 70 jaar later eigenlijk opnieuw op. En dat is wel heel merkwaardig. Omdat het zo'n vertrouwde merknaam is. Die dingen werden trouwens voor het grootste deel van de wereld werden die, ik denk in Sint-Niklaas, die werden allemaal in Vlaanderen gemaakt, in de fabriek in Sint-Niklaas. De eerste echte VR-bril, die heel veel lijkt op de dingen die jullie straks krijgen, die werd genoemd het zwaard van Damocles. En die naam is niet toevallig, want die bril is eigenlijk alleen maar het oogstuk, maar
aan het plafond hing er dan een enorm gevaarte waar je onderliep. Dus het was behoorlijk gevaarlijk. En wat je zag door die lenzen in 1968 was eigenlijk een soort wireframe, alleen een outline eigenlijk van een kamer. Je zag dus eigenlijk ja, een paar lijnen, niet meer dan dat. Maar het idee was in principe juist hetzelfde als een Oculus sfeerbril of van een van die andere brillen op dit moment. En dat is dus ook al wel even geleden. Toen is men daarop verder gaan bouwen. Dit is Jaron O'Neill. Ik weet niet of dat jullie die mensen kennen. Met de opvallende dreadlocks. Ook een erg goede muzikant. En de man eigenlijk die gelooft men het eerst het begrip virtuele realiteit heeft gebruikt. Hij heeft de term min of meer uitgevonden. En hij heeft ook een van de eerste bedrijven opgericht die virtuele realiteit materiaal ging maken van die brillen en van die vooral een handschoen maakte, de Data Glove. En die zijn dan rond 1990 al direct failliet gegaan. Dat is helemaal niks geworden. En rond die tijd was het eigenlijk alweer een klein beetje voorbij met VR. Maar je ziet dat idee van virtuele realiteit is altijd blijven doorleven. 1999, de Matrix natuurlijk. Het idee dat we allemaal in een in virtuele realiteit rondlopen. En niet alleen is het iets waar we al heel lang aan werken, maar we weten eigenlijk ook al heel lang wat we ermee willen doen. Computer interfaces met virtuele realiteit is bijvoorbeeld een idee dat het al jaren circuleert. Dit is de VR-interface uit Minority Report, Tom Cruise, die met zijn handen, en heeft dan inderdaad een soort basic data glove aan, een soort handschoen aan, en daarmee maakt hij gebaren en die beelden verschijnen in de lucht. En eigenlijk is dat bijna precies hetzelfde als wat je vandaag zou kunnen doen met een toestel als de HoloLens van Microsoft, die over een jaartje of zo misschien op de markt komt, met dat verschil dat je dan er toch wel een bril voor moet op hebben. Maar het principe is eigenlijk hetzelfde en men heeft eigenlijk ook heel hard geprobeerd om juist dat soort interfaces na te bouwen. Dus men wist wat men ermee wilde doen. Men wil dat gebruiken om als interface, om een computer te gebruiken. Men wil dat gebruiken om te gamen natuurlijk. Dit is het eerste echte onderdompelende computerspel eigenlijk, Wolfenstein 3D. Tenminste, het eerste toch dat ik gespeeld heb. 1992 moet dat dus geweest zijn. En dan kon je toch al door gangen rondlopen en je draaide je om en je was terug waar je gekomen was. Je kon dus eigenlijk rondlopen in een virtuele wereld. Dat is eigenlijk het begin van VR in gaming. En dat gold toen als een extreem realistische speelomgeving. Second Life, gigantische hype geweest. Ik heb ooit nog voor een zaal als dit in publiek een interview gehouden met een Second Life avatar. En ik stond daar dan zelf ook met mijn avatar. En dat is dan technisch ook gigantisch fout gelopen, weet ik nog. Maar op dat moment dachten we dat het helemaal ging worden. Dus iedereen zou in zijn vrije tijd rondhangen als avatar in deze virtuele wereld en zou daar huizen bouwen. En er zijn een aantal mensen heel rijk geworden, nou, tamelijk rijk, miljonair geworden, met het verkopen van vastgoed in Second Life. En dat is dan allemaal heel stilletjes weggegaan, zoals dat wel vaker gebeurt met technologie. Maar plots is het allemaal weer tot leven aan het komen. En hoe is dat eigenlijk gekomen? Wel, dat is begonnen met Palmer Luckey, een jonge man, die was Al toen hij een jaar of 16 had, was hij eigenlijk al die oude spullen van die bedrijven, zoals dat van Jaron O'Neill, die data gloves, die brillen aan het verzamelen. Echt klassiek materiaal uit de jaren 70 en 80 en 90. En probeerde het ook aan de praat te krijgen. En op een bepaald moment heeft hij dan beslist dat hij ging proberen zelf zo'n VR-brillen te bouwen. Er is natuurlijk wel een technologisch verschil intussen. Intussen heb je de onderdelen die eigenlijk voor smartphones worden gebruikt. Er zijn hele kleine sensoren om de beweging te meten. Er zijn vooral hele goede beeldschermen ontstaan intussen. Je hebt een smartphone-scherm met een resolutie met een volle 4K-resolutie. Ja, dat is op zich volledig belachelijk. Dat kun je met je ogen niet zien als je het gebruikt om een app te hanteren. Maar eigenlijk, voor virtuele realiteit, zijn dat fantastische schermen. Dus hij ging met die onderdelen aan de slag. Heeft dan eigenlijk als eerste, hij was ook de eerste die echt een groot project gedaan heeft gekregen via Kickstarter. Dus gewoon gevraagd aan de mensen van geef me eens wat geld en dan kan ik dit ding maken. En hij heeft zo $2,5 miljoen opgehaald. Die mensen hebben dan een zeer primitieve bril voor in ruil gekregen. Dus ik weet niet of al die mensen zo gelukkig zijn. Hij zelf in ieder geval wel, want hij heeft dan met dat geld een bedrijf gebouwd dat hij dan voor 2 miljard verkocht heeft
aan Facebook. En dus intussen weten we iets meer over die Oculus VR-bril. Dus er was heel veel opwinding over, zullen we zeggen, een jaar of twee, drie geleden. Dat was de eerste VR-bril die ik zelf op mijn hoofd heb gezet. Ik geloof het tweede prototype moet het dan geweest zijn. Op de IFA-beurs in Berlijn twee jaar geleden. En daar was gigantisch veel opwinding over. Ondertussen zijn we toch al 2015. Het ding is nog altijd niet op de markt. Zal voor volgend jaar zijn. We weten nu ook wel dat je er een vrij dure PC gaat nodig hebben om hem aan te hangen. Maar ondanks het feit dat het toestel er zelf eigenlijk nog niet is, is er eigenlijk al best wel veel software voor ontwikkeld intussen. Dus er is toch nog heel veel aan het gebeuren. Dus ja, dat is trouwens denk ik dat tweede prototype van, of het kan ook het eerste zijn, ik ken ze niet zo goed uit elkaar. Ik denk dat dit het tweede prototype is van die Oculus Rift, wat dus heel veel mensen als eerste ervaring hebben gehad. Dit is dus eigenlijk denk ik een sleutelmoment, zal dat zijn voor bijna ieders leven. Dat is de eerste keer dat je zo'n VR-bril opzet. En ik weet niet, hoeveel mensen van jullie hebben al zo'n bril opgehad? Dat is toch al ruim een kwartje van de zaal. Dus ik wens het iedereen toe dat het vandaag hun eerste VR-moment mag zijn. Ik denk dat het... je treedt eigenlijk een nieuwe wereld binnen die... Het lijkt me gewoon een tof moment en ik wens het jullie allemaal toe. En naar het schijnt zijn de mensen van Samsung hier met voldoende apparatuur om te zorgen dat ook iedereen die kans gaat krijgen. Heb ik dat goed begrepen? Kijk, voilà, fantastisch. Dus zou ik zeker doen. Echt waar. Het kan maar één keer de eerste keer zijn. Intussen, want we wachten nog altijd dus op die Oculus Rift, die eigenlijk alles in gang heeft gezet, maar het ding is nog altijd niet te koop. Intussen tijd is er wel iets anders en nu heb ik hem... blijkbaar mislegd. Ik had mijn kaart, kijk, iemand brengt hem mij aan. Ja, wacht. Ik ga hem laten liggen. Dat is mijn cardboard. En dat is dus gewoon echt letterlijk een stuk karton dat mij per post in een envelop is toegestuurd. En dat ik dan samen heb gevouwen. Dus de twee plastieke lenzen. En dit is de Google Cardboard. Dus Google maakt die dingen niet zelf. Een heleboel bedrijven maken die. Je kunt ze in principe ook zelf maken. Dus gewoon een gevouwen stuk karton. Er hangt ook nog een elastiekje aan. En daar steek je gewoon hier je smartphone in. En dan heb je eigenlijk je eigen Oculus Rift gemaakt of iets er toch verbazend goed op lijkt. Dat is niet de ultieme VR-ervaring, maar het is toch verbazend goed. En opvallend is dat je nu, als je in de Play Store gaat, en eigenlijk ook in de iPhone App Store tegenwoordig, vind je al heel veel apps die gewoon voor cardboard zijn. Dus met dit toestel, dat dan, laten we zeggen, 10, 15 euro kost, en je steekt daar een beetje treffelijke smartphone in, dan ben je eigenlijk vertrokken. Er zijn een heleboel gratis apps. Een heel interessant is bijvoorbeeld om te zien, en we zijn hier in de AB... niet zomaar toevallig, want er zijn heel veel toepassingen onder meer rond muziek. En er is bijvoorbeeld een fantastisch clipje van Cardboard waarin je midden op het podium staat bij een concert van Paul McCartney. En dat is opmerkelijk. Dat Cardboard-idee is eigenlijk misschien nog een grotere doorbraak dan die Oculus Rift. Waarom? Omdat ja, aangezien als je dan toch... beeldschermen van smartphones gaat gebruiken en de sensoren van smartphones. Maar ja, waarom gebruik je dan niet gewoon die smartphone? Want daar zit eigenlijk alles in dat je nodig hebt voor een vrij volledige VR-ervaring. En intussen zijn er dus ook heel wat toestellen opgedoken die dat eigenlijk een beetje steviger en een beetje mooier verpakt maken. En een daarvan is de... Dat is het toestel dat later dit jaar uitkomt. Dat is de nieuwe Viewmaster eigenlijk. Met de inhoud steken ze ook op zo'n... Ja, eigenlijk dat schijfje doet eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar het ziet er gewoon uit als het schijfje van een klassieke Viewmaster. En daarnaast heb je daar de... Dat is de Gear VR. Ik weet niet of dat nu precies het model is dat we hier straks te zien hebben. Maar die toestellen er niet. En dat moet ik nu eigenlijk zeggen. De beste VR-ervaring tot hiertoe die ik zelf heb mogen zien, was op zo'n Gear VR met een Note 4... Een Galaxy Note 4 nog in der tijd, maar ik denk dat met de nieuwste modellen waarschijnlijk nog net iets treffer is. Maar dat zijn heel fijne beeldschermen. Kijk, dat zijn die dingen. Het is eigenlijk dus... Het is precies hetzelfde idee.
Maar die karton begint bijvoorbeeld al serieus af te zien. Mijn dochtertje heeft er ook al mee gespeeld. En het is niet duurzaam. Dat wil ik, duurzaam in de ecologische zin wel, want het is gerecycleerd karton. Maar voilà. Maar gewoon een fantastisch boeiend. En de laatste ontwikkeling daarin, dat dateert van 2 weken geleden eigenlijk, hebben ze dat aangekondigd. Dus dat er een nieuwe versie komt van dit ding. Deze is al, dit was een model 1, maar model 2 is net ietsje groter, dus kan je een grotere smartphone in kwijt. Maar wat ze hebben aangekondigd van Google is Cardboard Expeditions. En het idee is dat je eigenlijk met een hele klas een virtuele schoolreis maakt naar eender welke echte of fictieve of historische locatie. Je kunt allemaal rondlopen in het klassieke Rome of in Pompeji of in het moderne Berlijn. Dat is allemaal mogelijk. En uiteindelijk, ja, de kostprijs ervan is heel, heel laag, want ja, je kunt iedereen zijn eigen... Als we zeggen dat de helft van de klas al zijn eigen smartphone heeft en ja, deze dingen kosten misschien 10, 15 euro, dan heb je voor pakweg 1500 euro de prijs van 1 goede Oculus Rift setup met PC, kun je eigenlijk een hele klas op een virtuele schoolreis sturen. Dus ik denk dat dat onder meer voor het onderwijs gewoon fantastische mogelijkheden heeft. Er is nog iets waar ik een woordje over wil zeggen. Ik ga het niet lang meer rekken, ik ben bijna rond. Is die grens tussen augmented reality en virtual reality. Dus ik ben altijd opgewonden geweest over virtual reality en een beetje nuchterder over augmented reality. Maar eigenlijk is dat nu allemaal op een heel interessante manier door elkaar aan het lopen. En echt verschil is er niet meer. Dus de typische augmented reality zoals we dat enkele jaren geleden bekeken, dat is dan die Google Glass. Je kijkt naar de realiteit en daarbovenop wordt eigenlijk een soort extra informatie geprojecteerd. En dat kan tekst zijn, die gewoon zegt van kijk, dat gebouw daar is gebouwd in 1836. Dat kan ook een binnenkomend e-mailbericht zijn, een waarschuwing om naar je smartphone te gaan kijken. Maar echt heel opwindend is dat eigenlijk niet, want het voegt weinig of niks toe aan kijken naar je smartphone, kijken naar het scherm van je smartwatch dan misschien. Daarentegen... de augmented reality zoals we dat nu zien opduiken, die HoloLens van Microsoft. Ik heb het plezier gehad vorige maand hem even op te zetten. Ondertussen hebben ze op de E3-beurs, geloof ik, deze week hebben meer mensen hem kunnen zien. Maar we hebben dan echt lang moeten aanschuiven en al onze spullen in een locker en onze smartphones en fototoestellen onder slot en grendel. En dan mochten we dat ding zien. Maar dus wat dat doet, is eigenlijk... Dit is echt een mengvorm tussen virtuele realiteit en augmented reality. Je ziet eigenlijk kunstmatige beelden. En dat kan bijvoorbeeld zijn een andere persoon die ergens anders staat. Of dat kan zijn een gebouw. Of dat kan dus ook een Minecraft-gebouw zijn. Je hebt je Minecraft-gebouw gemaakt. Dat zijn van die virtuele blokkendozen. En die kun je dan gewoon... die zou ik hier op tafel kunnen zetten of daar op de grond. Het enige probleem is dat het nog niet 100% werkt, want als je dan een klein beetje naar rechts of naar links kijkt, verdwijnt het weer. Maar tegelijk is er nog een ander bedrijf, Magic Leap, een beetje mysterieus bedrijf waar niemand precies weet wat ze aan het doen zijn, maar ze hebben heel veel geld gekregen van Google en dus zijn ze waarschijnlijk toch met iets, ze zijn met iets gelijkaardig bezig, ook een soort bril die virtuele realiteit en augmented reality vermengt. En dus de indruk dat we krijgen is dat die twee technologieën beginnen heel veel in elkaar te grijpen. En we zullen veel toepassingen zien waarbij je je niet volledig afsluit van de realiteit, wat je met virtuele realiteit doet, maar dat je ook nog een stukje van de echte wereld ziet. En dat je dus binnen in de echte wereld, dat ik echt binnen deze kamer bijvoorbeeld fictieve figuren zie rondlopen als ik die bril aan heb. Het is zo spectaculair als het klinkt eigenlijk. Wat gaan we allemaal met die technologie doen? Er zijn zoveel verschrikkelijk veel mogelijkheden. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar gaming was degene die voor de hand ligt. Maar ik denk dat dat echt maar het hele begin is. Hè. Dus de Oculus Rift is duidelijk een gamingtoestel in de eerste plaats. Daar is het eigenlijk voor gemaakt. Voor de opvolgers dan van die Wolfenstein 3D. Er zijn al fantastische games die momenteel gemaakt worden. En daar is het eigenlijk ideaal voor, want je kunt niet dieper ondergedompeld worden in een gamewereld dan met zo'n ding op. Film is ook een mogelijkheid. Dus Facebook heeft nu zelf een filmstudio opgericht. En die zijn begonnen met het maken van films die specifiek voor het VR-medium zijn gemaakt. Dat is niet zo evident, want in echte VR kun je
360 graden rondkijken. Dat wil zeggen dat als ik naar daar ben aan het kijken, kan er daar iets aan het gebeuren zijn. En dan moet je dan als filmmaker weten wat je daarmee gaat doen. Je moet weten, van, laat ik bijvoorbeeld de actie wachten, want dat kan ook. Dat er gewoon helemaal niks gebeurt. En pas als je naar daar kijkt, begint het te gebeuren. Of gebruik ik trucs om de mensen, hun blik eigenlijk om te leiden. Zeggen van, ja, eigenlijk moet je naar daar kijken, want daar is het aan het gebeuren. Dus eigenlijk is men daar het vertellen van een verhaal in film helemaal opnieuw aan het uitvinden. En dat is nu ook allemaal aan het gebeuren. Alleen, de meeste mensen kunnen die films nog niet bekijken, hoewel er al hier en daar iets gemaakt wordt, omdat ja, die brillen er nog niet overal liggen. Er zijn fantastische mogelijkheden om documentaires te maken, interactieve documentaires. De mensen van Fisheye hebben daar een paar knappe dingen. Hebben daar zelf iets heel knap in gedaan dat ik heb gezien. Ik weet niet of we daar vandaag iets van te zien krijgen. Misschien niet. Maar hele, hele toffe dingen. Ze hebben zo'n soort kleine reportage gemaakt wanneer je rondloopt in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Echt fantastisch. Dan onderwijs, ongelooflijk veel mogelijkheden. Zoals ik heb gezegd, virtuele schoolreizen, maar veel anders ook nog. Ja, men spreekt nogal veel over de toepassingen in de chirurgie en dat wordt eigenlijk op zekere hoogte al wel gebruikt. Er zijn een operatie op afstand, dat bestaat al. En om dat te doen met behulp van virtuele realiteit betekent eigenlijk alleen maar dat die chirurg veel beter kan zien welke handelingen hij op afstand is aan het doen. En ik heb ook echt het gevoel dat we virtuele realiteit, maar dan meer de variant augmented reality, dat we die echt in een werkomgeving gaan beginnen zien. Omdat die interfaces echt wel goed werken. Je kunt echt wel gegevens heel goed manipuleren. Onderzoeken. Helemaal die interface die we gezien hadden in de film Minority Report, werkt eigenlijk verbazend goed. Alleen verwacht ik dat het nog een paar jaar duurt voor de technologie daar dan echt goed genoeg voor is. En dan ja, de muziek is denk ik ook... ik had het al verteld, dat clipje van Paul McCartney dat de ronde doet, dat suggereert toch wel dat er voor de muziek echt best wel mogelijkheden zijn om ja, midden op het podium of vlak voor het podium of waar je maar wil te staan. Of net achter het drumstel, het kan allemaal. Dus ja, hoe groot is dit eigenlijk? Ik denk heel, heel groot. In de media is er eigenlijk een evolutie geweest van steeds meer onderdompelend. Van boek naar radio, met echt geluid, naar tv, met beeld erbij, dan kleuren tv. En ik denk dan, ja, is de volgende stap dan virtuele realiteit? Tot op zekere hoogte wel. Wat natuurlijk niet betekent dat er geen gewone tv meer zal worden gemaakt. Er worden natuurlijk ook nog altijd, boeken gelezen. Maar ik denk dat het wel degelijk zo groot is. En om dat dan een klein beetje te bewijzen, denk ik dat ik direct ging beginnen met de mensen van Yonder in te leiden, hè, geloof ik. Ik neem aan dat dat nog altijd de bedoeling was. Dus ik had u dat verteld. Dit is echt iets dat men is aan het uitvinden terwijl we bezig zijn. Hè, dus de mensen van Yonder en Fisheye die zijn werkelijk al beginnen van die films te maken voordat die camera's eigenlijk bestonden. En hebben ze dus eigenlijk gaandeweg zelf moeten gaan uitvinden. En het is eigenlijk verbazend dat men dat in Vlaanderen effectief aan het doen was. En jullie gaan er nu iets van te zien krijgen. Dus eerst zal het Pieter zijn van Yonder die aan het woord is. En dus wat kan ik u over Yonder vertellen? Ze is een start-up, ze zijn pas begonnen met deze heel nieuwe technologie. Ze zijn daar in dingen aan het maken voor Belgische en buitenlandse bedrijven. Ik hoor dat ze een kantoor hebben in New York City en in Beverwaas, wat dan het Vlaamse New York City is. En ja, ze zijn gewoon, heb ik begrepen, met heel opwindende dingen bezig. Dus Pieter, misschien kun je er over komen vertellen. Alles. Dank u wel, Dominique. Ik kan even... Voilà. Goedenavond, ik ben Pieter van Leugenhagen van Yonder. Wij gaan het vanavond een beetje hebben over de opportunity van virtual reality. Dus wij zijn ervan overtuigd dat virtual reality een veel langer bestaan heeft, zeker in dit tijdperk, en dat het veel meer kan inhouden dan enkel een gimmick, dan uit een vliegtuig springen, dan een base gym doen of dergelijke. Dat er veel meer mee mogelijk is dan dat er in het verleden mee gedaan is. Ik ga eerst even een korte situatieschets doen, een inleiding naar ons verhaal. Dominique heeft al enkele zaken ook aangehaald. Om zo te komen bij een bepaalde marktvalidatie, dus hoe de markt vandaag in elkaar zit, wat er aan het gebeuren is en wat er zit aan te komen.
Excuseer. Dat gaan we ook een beetje bespreken van is overlopen. Binnen welke marktsegmenten is er liggen er eigenlijk opportuniteiten voor virtual reality? Dit gaat heel breed. En dan hoe wij als Yonder onszelf zien gepositioneerd zijn binnen heel dit verhaal van virtual reality. En tot slot gaan we twee cases bespreken die wij hebben uitgewerkt. Een case in de travel sector en een case in de muziekbusiness, dus met live captatie. Virtual reality is eigenlijk een begrip dat al heel veel jaren meegaat. En de essentie eigenlijk van virtual reality is dat je een bril op je hoofd zet, dat je eigenlijk nergens naartoe gaat fysiek, dat je blijft staan waar je zit, maar dat je eigenlijk geestelijk geteleporteerd of getransporteerd wordt naar een andere locatie. Reeds even zijn mensen op zoek naar een alternatief bestaan, naar een andere manier om geestelijk ergens anders naar getransporteerd te kunnen worden. Er zijn experimenten rond uitgevoerd, maar dat is eigenlijk nooit niet van de grond geraakt. Tot in de jaren 50 waren er enkele visionairs, ingenieurs, wat het ook mochten zijn, die een manier gevonden hadden om content op een eindeloos scherm te gaan bekijken. Maar de technologie was daar destijds niet klaar voor, zoals gebleken is in de jaren daarop. Dus dat experiment is ook nergens toegekomen. Maar de grote doorbraak die er zat aan te komen toen de VR uiteindelijk een bepaalde weg had gevonden binnen de wetenschap, die is uiteindelijk gestuit op een gigantische andere technologische hit. Dat was het internet in de jaren 90. Dus het verhaal was weer volledig gedaan. Het is niet tot bij de massa geraakt. En uiteindelijk zien we hier een overzicht van de verschillende HMD's. Dus voor wie niet weet wat HMD is, dat is eigenlijk de afkorting voor head-mounted display. Dus eigenlijk de bril, de VR-bril, zoals wij zeggen. Dat is eigenlijk, in technische termen wordt dat genoemd, een head-mounted display or head-mounted devices. Dus, voilà, amai. We zien hier verschillende versies die doorheen de jaren ontwikkeld geweest zijn, maar die uiteindelijk niet gehaald hebben wat de ene jonge gast, de Palmer Luckey, uiteindelijk wel heeft gerealiseerd. En voilà. Dus die, zoals Dominique aanhaalde, heeft hij via een Kickstarter-traject 2,5 miljoen euro opgehaald en de oren binnen Facebook begonnen te wapperen. En die dachten van oké, dat moeten wij hebben. En wij steken daar 2 miljard dollar in en we gaan dat verder ontwikkelen. En dan hebben ze dus eigenlijk de DK1 gehad, de DK2, dan de Crash and Bay. En uiteindelijk is dit het model dat zal gelanceerd worden in Q1 van 2016. We hebben zelf deze kunnen testen op CES eerder dit jaar in Las Vegas. Die ervaring, dat was waanzin. Dat was tegenover de DK2, die waarschijnlijk sommigen onder jullie wel al zullen getest hebben. Dat was een gigantisch groot verschil. Om bijvoorbeeld te geven, die boot die was opgebouwd als volgt. Je stond eigenlijk in een container. Er was een vrouw naast u die je eigenlijk begeleidde in de boot. En je stond eigenlijk op een vierkante meter. Een vierkante meter, een plateau van ongeveer zo hoog. Pakt een centimeter of 10. Je zet een bril op, een demo begint, koptelefoon op en je stond in één keer on top of the Empire State Building. En die vrouw zegt van oké, durf te springen. Want er zit motion tracking in de Oculus, dus je kijkt over die rand. En dan houdt die vrouw je hand vast en zegt van durf te springen. En draai het of keert. Ik was nat van het zweet toen ik uit die boot kwam. Ik was, die ervaring was waanzinnig, dus ik verwacht er uiteindelijk wel heel veel van. Dit zijn nog enkele andere voorbeelden die Dominique ook heeft aangehaald. Dus de cardboard heeft enorm veel potentieel. Ook vooral die viewing experience die is niet wat de Samsung-bril, dus de Gear VR, ons oplevert. En het comfort is er ook niet, maar prijs-kwaliteit is dat een heel goed product. En het grote voordeel is ook dat je dat kunt branden. Dus qua campagnes, qua viewing experiences, biedt dat enorm veel opportuniteiten. Hier heb je nog uiteindelijk een. Dat is eigenlijk een tussenmodel, zoals wij dat noemen, een Homido. Hebben we ook getest op CES in Vegas. Dat was uiteindelijk een heel goede ervaring. Dus je kunt daar eender welke smartphone in steken. En ik denk dat je dat voor een 60 à 70 dollar of 70 euro kunnen zo'n exemplaar ook aankopen. Dan heb je een HTC die ook in Q1 zal lanceren of zelfs eind dit jaar nog, dacht ik. En dan de Sony, de Project Morpheus, die in combinatie met de PlayStation als entertainment platform ook een bril op de markt gaan brengen. En uiteindelijk, we zijn hier vanavond ook. Wij werken als Yonder, kiezen wij vooral momenteel om via de Samsung Gear VR te werken. Waarom? Omdat die viewing experience dat apparaat aanbiedt, dat is momenteel, vinden wij, de beste. Het is een mobiel toestel. Het is vooral ook die in-goggle navigation. Je ziet hier een touchpad en hier een backbutton en hier de volumeknoppen. Waardoor dat je eigenlijk nooit niet uit een bril moet komen om een ander filmpje te starten. Dus je kunt eigenlijk in die bibliotheek blijven bladeren. Je kunt hierop swipen, je kunt hierop op tabben om te selecteren.
Je kunt hierop teruggaan met deze knop. Dus eigenlijk, hey, wij vinden dat persoonlijk een fantastisch toestel. Zo, dus zijn we uiteindelijk aangekomen bij een overzichtsslide qua marktvalidatie. Dus ja, zoals Dominique ook beperkt aanhaalde, is de mens uiteindelijk altijd meegezogen in een verhaal van content op een meer immersieve manier te gaan beleven. Dus meer ondergedompeld worden in een bepaald verhaal. Dat is begonnen ja, met de cinema. Dominique begon bij een boek, maar ik begin bij de cinema. De zwart-wit cinema, de zwart-wit tv die in de huiskamers kwam, de kleuren-tv en de kleurencinema, de HD-tv, surround audio wat erbij kwam om mensen nog meer mee te nemen in een verhaal. De 3D-cinema, 3D-tv's, de curve-tv's, waar Samsung nu ook heel hard op aan het spelen is. En dat brengt ons uiteindelijk vandaag de dag bij een HMD. En waarom wij sluiten ons ook aan bij Dominique zijn mening. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit nooit een tv uit de huiskamer zal bannen en dat dit ook nooit de cinema zal vervangen. Of toch zeker vast niet op korte termijn. Maar dat dit gewoon een andere manier is van content te gaan beleven. En dat biedt je opportuniteiten dat je met die andere twee media absoluut niet kunt beleven. En waarom geloven wij zo heel hard in dat verhaal? Als je ziet dat vandaag alle grote techspelers wereldwijd dat die daar zwaar op aan het inzetten zijn, dat die zwaar aan het investeren zijn, dan zit daar gewoon een serieuze golf aan te komen. Dus Facebook, ja, dat hebben we gezien, die heeft ook wel eens overgenomen voor 2 miljard. Sony werkt aan de Project Morpheus. Microsoft is dan enerzijds op een augmented reality-markt met de HoloLens, maar heeft ook een partnership afgesloten met Oculus om samen te gaan werken rond een Xbox. GoPro die heeft onlangs Color overgenomen. Color is een van de grote stitching softwarefabrikanten. Dus stitching is eigenlijk de beelden van de camera's, van de afzonderlijke camera's, aan elkaar gaan plakken, om het simpel uit te vertellen, om het simpel uit te leggen. En Color is een van die grote spelers, of was een van die grote spelers op die markt, is nu overgenomen door GoPro. En GoPro heeft ook vorige week of 2 weken geleden zelf nog gelanceerd dat ze samen met Google content gaan produceren. Waarvan wij veronderstellen is om YouTube 360 te vullen. Dus YouTube heeft nu ook een 360-kanaal of een 360-player in hun YouTube-versie momenteel. En wij veronderstellen ergens dat YouTube die 360 zal gaan afscheiden van de gewone video, maar er is uiteraard wel voldoende content voor nodig om dergelijk platform te kunnen lanceren. En dan hebben we de Cardboards nog en die Google Expeditions, waarbij dat leerlingen eigenlijk in een klaslokaal virtueel les kunnen gaan volgen. Dus dat is eigenlijk een pakket dat Google aanbiedt met cardboards, met smartphones en met een tablet. Waarbij dat de leerkracht eigenlijk op de tablet richting aanwijst of instructies geeft naar waar dat de leerlingen kunnen kijken. En de leerlingen zien dan op hun plaats in een bril. Bijvoorbeeld kunnen zij een bepaalde bouwstijl uit de oudheid gaan bekijken of bepaalde lagen in de geografie enzovoort enzovoort. Dan hebben we uiteraard Samsung, die naast een Gear VR, waar we ondertussen al meermaals hebben aangehaald, ook vanuit Samsung Amerika een platform aan het lanceren zijn, Milk VR noemt dat. Komt voorlopig nog niet naar Europa, maar in Amerika loopt het gelijk een trein, naar het schijnt. En dan hebben we Apple nog, die over het algemeen altijd heel mysterieus zijn over zo'n zaken, maar waarbij je wel kunt gaan zien dat ze VR-experienced engineers aan het aannemen zijn en dat ze patent hebben genomen op hun eigen HMD-systeem. Wat dat ook wil zeggen, dat weten we niet, maar waarschijnlijk zal er wel ook iets staan te gebeuren daar. Voilà, en dit is dan nog eens de marktvalidatie, dus de projections van de verkoopcijfers van de HMD's, dus van die VR-brillen. Vandaag de dag staan we hier. Maar als je ziet dat in Q1 hier echt die brillen maar op de markt gaan komen, weten we dat wij vandaag de dag in een heel vroeg stadium zitten van heel deze technologische revolutie die er gaat aankomen. En dan ga je zien dat je uiteindelijk tegen 2020, dit zijn cijfers voor Amerika wel te verstaan, dat er in de USA rond de 25 miljoen head-mounted displays zullen verkocht worden tegen 2020. En dat wil toch wel al wat zeggen. Voilà, dus VR at its best shouldn't replace real life, just modify it. Dit is een quote waarbij wij criticasters enigszins de mond willen snoeren. Waar mensen zeggen van oké, waar dat die brillen daar zijn, dan gaan we allemaal heel asociaal in onze huiskamer, in onze eigen zetel, met die bril op onze kop kruipen. En we gaan gewoon volledig in onze eigen wereld duiken en niet meer tegen elkaar praten. Zo moet je dat absoluut niet bekijken, want dat is absoluut niet de bedoeling van virtual reality. Wij zien dat eerder als virtual reality kan je op plaatsen brengen waar je anders nooit niet kunt geraken om tal van redenen. Zijn de exclusiviteit, zijn de economische beperkingen, geografische beperkingen, enzovoort enzovoort. Neem nu een voorbeeld. Een vriend van u of een vriendin van u die trouwt in Zuid-Afrika. Je hebt geen verlof meer staan of het een of het ander, of je kunt het niet betalen.
Dus je kunt daar niet bij zijn. Dus stel je voor dat die daar gewoon een 360-camera neerplanten naast het altaar of op het trouwfeest. Dan zou jij, bij wijze van spreken, via livestream live kunnen inloggen op dat trouwfeest. Of bijvoorbeeld, als ik aan 10 mensen hier in de zaal vraag, dan misschien wel bij voorkeur voetballiefhebbers, van oké, je kunt plaatsnemen in een dugout, net boven de dugout of in een dugout van Manchester United, en je kunt naast Louis van Gaal gaan zitten. Wat zou je kiezen? Zou je dat virtueel willen beleven of zou je dat echt willen beleven? Nou, iedereen gaat zeggen, ik wil dat echt wel beleven. Zeker als je dat betaalt voor mij. Maar anderzijds, dat is niet mogelijk. Dus je kunt daar niet gewoon zitten. Maar via virtual reality zou je op die plaatsen wel kunnen geraken. En dat is juist de opportuniteit die wij erin zien. Om dan toe te gaan spitsen op bepaalde sectoren. Voilà. Experience the destination of your dreams. De meeste mensen hebben tussen de 20 en de 30 dagen verlof op een jaar. Maar stel je voor, ja, als ik dat voor mijn eigen mag spreken, x aantal wereldwonderen, stel nu Machu Picchu. Het land Peru, op zich, dat spreekt me niet zo aan. Maar ik zou die bestemming, ik zou dat wel eens willen bezoeken. Maar ik heb er ook niet voor over om daar 10 of 15 dagen van mijn jaarlijkse vakantie aan op te offeren. Dus stelt dat ik dat virtueel zou kunnen gaan bezoeken. Dat biedt opportuniteiten voor een reissector op die manier. En zo zijn er tal van bestemmingen in de wereld. Neem de Mount Everest bijvoorbeeld. Ja, 99% van ons gaat van zijn leven die berg niet omhoog wandelen in zijn leven. Maar stel dat je het virtueel zou kunnen doen, zou het willen bekijken of niet? Dat is een heel interessante vraag. In de real estate, dus in de vastgoedsector, zijn er bijvoorbeeld IMO-kantoren in Nederland, waarschijnlijk elders ter wereld ook, waarbij de eerste bezoeken louter virtueel gebeuren. Waarom is dat onder andere? Bijvoorbeeld Amsterdam, dat is een moeilijke stad om u qua verkeer door te worstelen, dat je van noord naar zuid en van oost naar west moet. Je bent al gemakkelijk een dag kwijt en je hebt op die dag tijd amper 5 of 6 huizen kunnen zien. De mensen die in eerste indruk, ze zetten een bril op hun hoofd en ze kijken volledig rond in dat huis, ze zien de plafond, ze zien de vloer, ze zien de stopcontacten, ze zien gewoon alles. Op die manier kunnen ze op een half uur tijd 5 of 6 huizen bekijken, in plaats van daar een hele dag ervoor moeten uittrekken. En ze kunnen heel snel zeggen van oké, dat huis 1, 3 en 5, ik hoef dat niet meer te zien. Dat boeit me niet, dat is mijn stijl niet, ik wil dat niet meer zien. Laat ons gaan voor 2, 4 en, wat heb ik gezegd, 5? Voilà, laat ons daarvoor gaan. Dat is veel interessanter, want beide partijen sparen veel tijd uit. Zowel de vastgoedmakelaar spaart tijd uit en die kan naar een concrete sale gaan. En de mensen die jou willen kopen, die hebben ten eerste een realistisch beeld van hun huis. En geen opengetrokken foto's, zoals je heel veel op je website ziet staan. Daar zien wij ook opportuniteiten in. Dan heb je bijvoorbeeld de tech-industrie. Hoe je bijvoorbeeld producten kunt gaan installeren, dat kun je gaan steken in installatievideo's. Dus hoe je mensen kunt gaan leren hoe je bepaalde onderdelen aan je auto of aan bepaalde andere apparaten kunt gaan vervangen. Dat kan dan geïntegreerd worden in een bepaalde customer service. Heel interessant, maar ook in opleidingsmateriaal. Bijvoorbeeld, je neemt een nieuwe technieker in dienst. Je hebt geen zin om daar een dag of twee opleiding in te steken. Stel dat je dat kunt reduceren naar een halve dag, dat je die mensen virtueel opleiding geeft, met een halve dag praktijkervaring, spaar je een dag uit uiteindelijk. Ook interessant. De medische sector is ook een voorbeeld dat Dominique al heeft aangehaald, maar naast de chirurgie, bijvoorbeeld Witness a Bird, dat klinkt fantastisch onnozel en waanzinnig, maar het is wel gebeurd, ook met medewerking van Samsung. Dat is een case in Australië. Een vader, die zijn vrouw, was 8 maanden zwanger. En die werd opgeroepen voor zijn werk, die kon daar absoluut niet onderuit en die zat 4000 kilometer weg van huis. Wat hebben ze dan uiteindelijk gedaan als testcase? Is dat ze de bevalling virtueel hebben gefilmd, dus in 360 hebben gefilmd en de vader hebben kunnen laten livestreamen door de bril, zodanig dat hij zogezegd aanwezig was bij de bevalling van zijn kind. Ja, iedereen wil liever live aanwezig zijn bij de bevalling van uw kind, maar stelt dat het echt niet anders gaat, dan biedt virtual reality wel een alternatief op die manier. Maar anderzijds in de medische sector heb je ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld ja, conventies bij te wonen virtueel. Dus bijvoorbeeld in de tandheelkunde een conventie in, laten we zeggen, Japan. Dan hoeven wij niet per se naar daar te gaan, maar we zouden gewoon in de zaal kunnen zitten van thuis uit op ons bureau, bij wijze van spreken. En ook ja, in de chirurgie wordt dat uiteraard inderdaad al toegepast. Qua opleidingsmateriaal. Dat is dan het voorbeeld van Google dat we hebben weergegeven. En er lopen effectief al experimenten om effectief smart rooms, dus smart lokalen, dat momenteel vandaag een dag bestaat uit een smartboard en een tabletlokaal, zou dan eventueel ook een virtual reality lokaal kunnen worden. En dat je bijvoorbeeld, ja, wij leren
om wederom Dominique even aan te halen. Wij leren vandaag de dag, of in de middelbare school leren ze bij ons, over Wereldoorlog 1. En wij hebben die luxe om Flanders Fields te gaan bezoeken, omdat dat uiteindelijk in onze achtertuin is. Maar mensen in Canada, in Amerika en in Groot-Brittannië, die leren daar ook over. Die hebben dat zelf ook ervaren. Die landen waren ook betrokken bij die oorlog. Dus die kinderen leren daar ook over, maar die hebben niet de mogelijkheid om dat museum te gaan bezoeken. Dus dat biedt ook opportuniteit op die manier om leerlingen mee te nemen in hun verhaal. En dan komen we uiteindelijk bij waar het voor ons vooral ook om draait, is het creëren van nieuwe businessmodellen binnen virtual reality. Dat je niet enkel, ja, die gimmick, daar zijn we al van afgestapt, maar dat je niet enkel gaat produceren of vraag van, maar dat je ook eens gaat nadenken van oké, als het medium moet overeind blijven op lange termijn, dan moet daar ook meer mee kunnen gebeuren dan enkel een filmpje maken en aanbieden als content en gedaan. Nee, stel je voor, de finals van de NBA zijn juist voorbij, maar stelt op om ons te baseren op deze foto. De Lakers spelen tegen de Celtics. Staples Center van de Lakers, daar kunnen 20.000 mensen in. De front row seats waar alle acteurs op staan, waar alle acteurs zitten, en popsterren en bekende Hollywoodsterren, en weet ik veel wie nog allemaal. Dat zijn seats die rond de $10.000 kosten per match. Voor een gewone match, laat staan wat dat niet moet kosten in de finale van de playoffs. Maar stel je voor dat je... En een Jack Nicholson, die is daar zware fan, die zit daar standaard iedere week. En in een tijd David Beckham of een Rihanna of weet ik veel wie er kan zitten. Maar stel je voor dat je je camera, je 360-camera, kunt neerpoten tussen Jack Nicholson en Rihanna. En jij kunt virtueel vanuit je Gear VR of vanuit je Oculus, wat het ook mag zijn, kun jij virtueel een ticket kopen en flap, en je zit daar op die zetel. En je zit mee in dat stadion. Dan kan de Lakers in de plaats van die beperking van 20.000 tickets voor een zaal, kunnen zij in één keer miljoenen tickets gaan verkopen, omdat die stoel die kan miljoenen keren verkocht worden. Dus dat biedt sowieso opportuniteiten. En dat biedt ook sowieso opportuniteiten in de muziekindustrie. Als je favoriete band morgenavond in de AB optreedt en je hebt een tijd en de mogelijkheid om te gaan kijken, dan ga je voor dat podium gaan staan of in de zaal gaan zitten, omdat die concertbeleving gewoon optimaal is op die manier. Maar stel, je moet voor je werk in het buitenland, of je hebt je been gebroken, of je bent geopereerd of het een of het ander, en je kunt er niet bij zijn, dan zou je wel de mogelijkheid kunnen... Of het is zelfs uitverkocht. Voilà, het is uitverkocht. Je kunt er sowieso niet bij zijn. Dan zou je wel op die manier dat concert kunnen bijwonen en straffer dan dat. Je zou niet alleen achteraan in de zaal kunnen zitten, maar je zou ook bijvoorbeeld... naast de zanger op het podium kunnen staan, of naast een drummer, of naast de gitarist, et cetera. Dus dat biedt allemaal opportuniteiten om mensen te brengen op plaatsen waar ze om tal van redenen niet kunnen zijn. Dominique heeft dus daar ook gevraagd, wie heeft er nog nooit een Gear VR of eender welke andere VR-bril op zijn hoofd gehad? Mag zijn hand omhoog steken? Iemand? Voilà, meneer op deze terrein, met een bril. Ik zal even schijnen op u. Voilà. Je moet, als je wilt, even op het podium komen. We gaan nu even een demo geven. We gaan nu even in de spotlight zetten en laten beleven. Even de weergeven wat dat, hoe dat een mens kan reageren of hoe hij zo'n bril gebruikt. En de mensen in de zaal die gaan ook kunnen meevolgen. Meneer gaat zo dadelijk een showreel van ons zien. Dat is een compilatie van allemaal verschillende filmpjes die wij de voorbije jaar hebben gemaakt. Er zit onder andere een teampresentatie van Ethics Quickstep in. Er zitten beelden van Studio 100 in. Er zitten real estate beelden in, travel beelden. Goed. Ah ja, juist, ja, meneer draagt een bril, dat is niet zo evident om dat dan te bekijken. Dat zal beter zijn. Jawel, jawel, maar we moeten even de instellingen verzetten. Dan moet dat een beetje groter maken dan. Voilà. Dus 3, 2, 1. Start, voilà. En dan gaan wij ongeveer hetzelfde zien op het scherm. Hoe dat de meneer in de bril ziet. Je ziet de beelden van de teampresentatie van Quickstep. Het strand van Saint-Tropez. Toeristische rondleiding in de stad Brugge. Dit is een filmpje dat we gemaakt hebben voor een vliegschool, Aeroclub de SB. En de bedoeling is eigenlijk dat ze dat gebruiken op beurzen om nieuwe piloten te gaan recruteren. Dat is Ghost Rockers van Studio 100. Voilà, dus dit is... Een case die we straks, waar Philippe straks dieper op in gaat gaan.
Dat is een live captatie van een optreden. Dit is een showreel voor Okapi All-Star die we gemaakt hebben. Basketclub. Op training met Iljo Keizen. En wij zien eigenlijk een heel vlak beeld op het scherm. Maar meneer op het podium kan eigenlijk volledig rondkijken en hij zit eigenlijk in de video. Dat is het verschil. We laten de beleving weergeven van de mogelijkheden van een vakantiewoning in het zuiden van Frankrijk. Wederom beelden van de teampresentatie van Quickstep. Beelden van achter de ring bij Okapi. Nog een toeristisch beeldje. Dus was om die co-piloot ervaring te simuleren, om te zien hoe de piloot eigenlijk als hij een hendel onttrekken is en welke knoppen het prutst. Ja, okay. Niet te dubbelzinnig opnemen. Voilà, en dan afsluiten met het nog eens een beeld van het huis. Voilà, dus dat was zo, ja, even een overzicht van hoe wij, of binnen welke sectoren dat wij onder andere mogelijkheden zien voor dit medium van virtual reality. Even over Yonder zelf kort. Dus van waar komt die naam Yonder vandaan? Yonder is eigenlijk van het Engelstalige woord Yonder, met een E tussen de D en de R. En dat betekent eigenlijk being in that place or over there. Dat is dus eigenlijk hetgeen dat wij doen, met hetgeen dat wij eigenlijk produceren, is mensen naar een andere locatie brengen. Mensen op een andere manier, fysiek laten zitten waar ze zijn, maar ze mentaal of geestelijk teleporteren naar een andere locatie. Dus ja, wij zijn een immersive media agency, zo noemen we ons eigen toch althans. En wij focussen ons eigenlijk volledig, onze core business is gebaseerd op de productie van high-end 360 video's voor een virtual reality experience. En waarom zetten wij daar zo volop in? Dat hebben we daarnet ook wel gezien. Dat wij die virtual reality zien als een nieuw tijdperk binnen de marketing en binnen de beleving van content in het algemeen. Hoe ons model min of meer is opgebouwd, is eigenlijk in twee grote blokken. Enerzijds puur productie en anderzijds iets waar wij achter de schermen heel hard aan het werken zijn. Maar vooral dit kan ik nu wel iets meer over vertellen. Dus ja, als agency-model, waar we ons gaan toespitsen op marketing, opleidingsmateriaal, wat deze categorieën die hebben we er straks in die what-if-scenario's wel een beetje besproken. Maar het komt er eigenlijk op neer dat we ons vooral... waarin wij ons eigenlijk willen positioneren, is dat wij eerst mee gaan denken met een merk of met een bedrijf of met een organisatie op welke manier dat zij virtual reality kunnen gaan inzetten binnen hun businessmodel. Dat dat niet enkel een sales- en marketing tool hoeft te zijn, dat dat niet enkel een gimmick moet zijn voor op een beurs bijvoorbeeld, maar dat dat wel iets meer kan zijn en op welke manier dat zij daar... Ja, hoe dat het meest interessant kan zijn voor binnen hun business of hun sector waarin ze opereren. Anderzijds hebben we dan ook nog het live event recording, waar Philippe straks een woordje extra over zal uitleggen. Waarbij dan we opportuniteiten zien voor concerten, sportevenementen, festivals, maar ook meetings en congressen. Heel interessant. En dan gaan we uiteindelijk over naar het andere model, waarin wij eigenlijk, ja, in alle stilte heel hard aan het werken zijn achter de schermen. Is dat we bepaalde producties gaan maken die we willen geïntegreerd zien in een applicatie die op die manier kan aangeboden worden in de library van Oculus of in de library van Samsung via Milk VR of in de potentiële iTunes library of een andere platform, de mensen van View bijvoorbeeld, die ook heel hard werken, een Antwerpse start-up, die ook heel hard werken aan een eigen oplossing om content op een platform te gaan bundelen en zo op die manier aan te bieden bij de mensen. Maar dan wij zelf eigen producties gaan lanceren of in samenwerking met merken, waardoor dat er eigenlijk, ja, op een of andere manier content kan aangeboden worden om zo een alternatief te gaan bieden tegen de standaard tv die we vandaag de dag hebben. En daar heb ik nog die broadcasting on demand, waarbij je dus virtuele ticketten kunt gaan kopen. Dat is ook een model waar wij aan het werken zijn of mee spelen. What's in it for you? Dus what's in it for the client, voor de organisatie, voor het merk? Waarom is dat interessant om, voor merken om aan dergelijke zich te gaan engageren binnen die wereld van de virtual reality? Is dus in eerste vlak dat ze, ja, die brand experience kunnen gaan maximaliseren door mensen volledig mee te nemen in een verhaal. Dat je mensen volledig opneemt in een verhaal. Je kunt content veel immersiever, op een veel immersievere manier gaan overbrengen aan mensen.
Het biedt opportuniteiten om te gaan monetizen op vlak van content. Dat is dus dat scale-proces dat we er straks besproken hebben. Binnen bepaalde sectoren, zowel de travel sector, hebben wij er al een bepaalde business case in ons hoofd die we momenteel aan het uitwerken zijn. Maar ook binnen de muziekindustrie hebben wij een bepaald model voor ogen dat wij gaan uitwerken in de toekomst. Het is dan ook een enorme goede manier momenteel, maar aangezien we zien dat nog 1/4 hier, maar dit zijn er al mensen die al een gezonde interesse hebben in virtual reality, maar als je op straat zou gaan, is het misschien 1 van de 10 mensen die je passeren die had ooit al een bril op hun hoofd hebben gehad. Dus waardoor dat je als bedrijf of als merk of als organisatie enorm innovatief uit de hoek komt, waardoor dat je het eigenlijk een manier is om pers te kunnen pakken. Daar komen we straks nog op terug. En free publicity, dat is priceless voor bedrijven of voor merken. Heel interessant. Zeker als het positief is, uiteraard. Komen we aan bij onze eerste case. Dat is een case voor connections die wij gedaan hebben. Wij hebben die case eigenlijk opgestart. Of we zijn op dat idee gekomen door het feit van te gaan nadenken van oké, ik kan een foto nemen met een smartphone, ik kan u die doorsturen, dat kan een bangelijke foto zijn, maar je zit vast met dat bepaald beeld. Dat is 1 enkel moment en daar stopt het ook mee. Je kunt daar het facet video aan gaan toevoegen, waardoor je een soort tijd gaat integreren, waardoor je bewegende beelden gaat integreren, een bepaalde sfeer gaat creëren, maar je gaat altijd een kijker forceren om hem... Je gaat gewoon een kijker leiden naar een bepaalde kadrage, je gaat die in een bepaalde richting ontduwen. Dus je hebt nog altijd die belevingsvrijheid niet. En dan komt het uiteindelijk aan, na die traditionele video, bij die virtual reality video, is dat je mensen eigenlijk de mogelijkheid gaat bieden om effectief, geestelijk, naar die plaats geteleporteerd te worden. En dat je naast een beeld ook gewoon een beleving kunt overbrengen. Mensen horen geluiden, kunnen rondkijken, die horen niemand praten achter elkaar, ze kijken achter elkaar, dus die mensen praten. Dat is een volledig andere beleving. En als je dat dan gaat toespitsen op de reissector enerzijds, dan ga je zien dat reisbureaus, ik weet dat nog in een tijd dat ik klein was, ik kwam mijn ma iedere januari altijd thuis met een nieuwe stapel reiscatalogussen van Neckermann of van Thomas Cook, van hey, kijk, we gaan daar op reis gaan van dit jaar. Dat bestaat vandaag de dag nog amper. Als je nu een reis gaat boeken of als je tot voor kort een reis ging boeken, zit ik aan een tafel bij een travel consulente en die vraagt van ja, naar waar wil je naartoe gaan? En je draait er computerscherm om. Iedereen kent dat beeld van oké, ja, dat is een mogelijkheid, dat is een hotel met een zwembad en het restaurant ziet er zo uit. En tegenwoordig durven ze ook wel eens een video afspelen op een grote tv. Maar mensen laten rondkijken in een stad of op een bepaalde plaats, dat was nog niet gebeurd. En waarom hebben wij voor connections gekozen? En niet voor een andere tour operator, want dat was wel een heel bewuste keuze, is dat de connections eigenlijk enerzijds marktleider is voor New York City. Wij willen er heel graag eens naartoe gaan, maar zwart dat terzijde. Maar anderzijds ook voor het feit dat connections zich specialiseert in reizen op maat. En ze gaan niet gewoon een bepaald hotel aanbieden, maar ze gaan bijvoorbeeld zeggen van oké, hier is een pakket, 12 dagen langs de westkust van Amerika. Je hebt daar je vluchten bij, je auto is geboekt, je slaapt in dat hotel, je kunt dat gaan bezoeken en je entrees zijn er overal bij van alle natuurparken, etc. Zij bieden dat volledig aan. Iemand kan zeggen van ik ga niet via connections, ik zal het wel bekijken en ik boek het allemaal zelf. Maar er zijn mensen die gewoon voor die convenience opteren en die zeggen van oké, ik boek dat via connections. Dus op dat vlak onderscheiden zij zich min of meer van een traditionele reissector in België. En het concept, dus de strategische benadering aan daarachter zat, was van oké, ja, we gaan dat in de eerste instantie eens aftoetsen van wat zegt dat. We hebben connections gecontacteerd, denk ik, eind december vorig jaar. Hebben we eens keer samengezeten en bekeken van oké, op welke manier gaan we dat gewoon inzetten binnen jullie huidige business. Zij kwamen direct af met het voorstel van oké, we gaan dat toespitsen op New York, maar wij in België, zeiden ze, als connections zijn de marktleider zijn in New York City reizen. Ze hebben daar ook allemaal bepaalde pakketten voor. En op die manier wilden ze eigenlijk eens testen van oké, wat doet die virtual reality binnen hun travel shops, op welke manier gaat dat mensen meer aanzetten om een reis te boeken na het bekijken van dergelijke beleving. Dus dat was eigenlijk de conceptuele benadering qua productie. We zien enkele foto's van de making-of. We hebben heel intensief samengewerkt met Patrick van Roosendaal, de gids van Belgische Stadsgids in New York, bekend van Be New York. Er komt binnenkort een reeks over hem en hij zit ook in Café Corsari voor een bepaalde tijd. Dus hij werkt ook onder andere voor connections en begeleidt mensen. Hij heeft een 4-tal standaard trips in New York. Dus hij heeft ons overal binnengeloodst, heeft ons overal meegenomen op plaatsen waar wij anders nooit zouden geweten hebben dat ze zouden bestaan. Zeker niet op de 5 dagen tijd dat we maar hadden en je zou kunnen zeggen van oké, 5 dagen dat is wat.
Maar de mensen die aan New York geweest zijn, die weten dat dat gigantisch groot is en dat je je iedere keer moet verplaatsen van oost naar west en van zuid naar noord, dat je er heel wat tijd mee kwijt zit. En zeker dat je dan iedere keer moet opstellen en afbreken van je materiaal. We hebben vooraf een scenario besproken waaraan we ons ook hebben proberen houden. Ook op basis van de feedback die Patrick ons gegeven heeft. En dat was ook een beetje het ding van, oké, we willen niet gewoon die camera ergens neerzetten en gaan filmen. Het is ook de bedoeling om er wat beweging in te krijgen. En dat is dan op basis van bepaalde typische New Yorkse accenten, zoals de Yellow Cab bijvoorbeeld, maar ook zoals de Vespa, die Connections dan ook aanbiedt in een van hun pakketreizen, kun je dus een trip naar New York met een daggids door Patrick en een begeleide Vespa-tour erbij, et cetera. Dus dat moest er ook een beetje in aan bod komen. Dit is bijvoorbeeld een beeld van op Times Square waar die camera stond. Dus ja, eens dat je dat beeld door een bril ziet, dan heb je effectief ook het idee dat je daar staat. Je hoort die taxis toeteren, je hoort die mensen praten tegen elkaar. Je kunt die ledschermen zien. Dat is redelijk indrukwekkend. We hebben er ook een korte... dat is voor strak. Eerst dit nog. Dus dit is eigenlijk de Gear VR, zoals we hem er strak hebben gezien. Maar dat is dan eigenlijk de output solution die wij dan proberen leveren. Dus wij gaan niet enkel die video maken en via WeTransfer doorsturen naar de klant en zeggen van oké, dan trek er nu je plan maar mee. Zet hem zelf maar op je Samsung. Maar wij gaan dan eigenlijk de Gear VR, we hebben die dan volledig laten spuiten. En zelf een design voor gemaakt in de Connection stijl. Dat zijn uiteindelijk de Virtual Travel Guide New York City gedoopt geweest. En op die manier wordt die bril ligt die dan eigenlijk als soort van virtuele reisbrochure in de travel shops van Connections. Waardoor het ook een beetje die brand identity van Connections met zich meedraagt. En als een product geïntegreerd in die winkel aanwezig is. En nu een kleine teaser van hetgeen dat je kunt zien dat je naar Connections, naar een travel shop gaat, van de video. Voilà. Wederom in een opengetrokken beeld. Er is een teaser van, denk ik, 50 seconden, maar de beelden verspringen wel iets trager in de echte film dan als ze verspringen. Zodat je een beetje meer tijd hebt voor om te kijken, inderdaad. Voilà. Een goede om over na te denken in die reistactor is ook wederom dat het niet enkel een manier hoeft te zijn om reizen te gaan promoten, maar dat het voor hen ook een heel andere insteek kan bieden. Ik kan daar voorlopig niet te diep op ingaan, omdat dat nog iets is waar wij achter de schermen aan het werken zijn. Maar het is ook een mogelijkheid om te gaan innoveren binnen de reisindustrie. Dat we het zo kaderen. Dus wat ik er straks dan aanhaal, dat het een great tool is to grab the attention. We hebben er heel wat pers mee gehaald, zowel Connections als wij. Connections vooral heeft daar heel veel pers mee gehaald. Bijna in iedere grote krant in België hebben ze een verschijning gehad. Wat uiteindelijk een heel goedkope promotie is voor hen, omdat ze gewoon innovatief uit de hoek zijn gekomen. Dat is van het belang van Limburg. En dit is een stuk uit de morgen over virtual city trippen in New York. Voilà, en uiteindelijk, wij waren niet alleen, Dominique had het er straks al verteld, wij waren niet alleen in New York om daar de Connections case uit te bouwen of te capteren, te produceren, maar we waren er tegelijkertijd ook om een kantoor te openen in New York. Dus we hebben dus nu met Yonder ook een bureau in New York. We hebben dat genomen bij de mensen van Belcham. Dat is een soort van incubator die gesubsidieerd wordt door grote bedrijven in België als InBev, de KU Leuven, KBC. Dat zijn grote bedrijven die aan daarachter zitten. En zij proberen eigenlijk Belgische bedrijven die met potentieel of die graag willen doorbreken in Amerika, gaan zij juridisch, fiscaal, adviserend ondersteunen, maar ook qua netwerk kan zij openstellen. En daar zoeken wij momenteel iemand om het business development voor ons te doen, omdat wij een gigantische opportuniteit spotten aan de oostkust van Amerika. Dat je gaat zien dat de concurrentie in Amerika vooral West Coast-based is, omwille van de filmindustrie in Los Angeles en de tech-industrie in Silicon Valley in San Francisco. Is er eigenlijk een gigantische markt aan de oostkust, omdat New York toch heel wat advertising agencies, PR agencies heeft, maar ook heel veel hoofdkwartieren van heel grote bedrijven die daar gevestigd zijn. Dus voilà. De kantoren van Belcham zijn hier gelegen op 6th Avenue en een boogscheut van Times Square gevestigd.
Voilà, dat brengt me bij, voor mij de laatste slide. Bij Yonder werken we ook met een advisory board. Dat zijn eigenlijk mensen die aan, in tal van verschillende sectoren een serieuze track record hebben opgebouwd. Die mensen hebben allemaal een gigantisch parcours afgelegd. We zien hier bijvoorbeeld Ruben Goots, dus die was managing partner bij Caviar, bekend productiehuis. Dirk De Beul, die zijn financial architect, was zijn CEO en heeft dat overgegeven, of verkocht eigenlijk, aan de Wolters Kluwer Groep. Boris Bogaert bijvoorbeeld, die is de broer van de founder van Netlog. En hij zelf is de founder en CEO van Cardwise en Expenditure. Dus wat, om een lang verhaal kort te maken van al die mensen, die adviseren ons. En het openen van een bureau in New York was onder andere ook een advies van hen. Ze hebben ons ook aangeraden van oké, wat, dat ligt een opportuniteit, springt daarop, grijp die mee beide handen. Dus heel belangrijk dat je dat doet en dat gaat jullie bedrijf en jullie start-up gegeven ook veel meer body geven in België en in Europa. We zitten tenslotte nog aan het begin van een tijdperk dat hopelijk iets gigantisch groots gaat worden. We zijn er enorm vroeg bij, zowel Yonder als Fisheye en View trouwens ook. We staan echt aan het begin van iets waaraan wij van denken dat gigantisch revolutionair gaat worden. Maar dat brengt me ook in één keer bij het aankondigen van de volgende speaker van ons. Dat is Philippe Beekaert, ook een lid van onze advisory board. Philippe is professor aan de Universiteit van Hasselt en experimenteert al 12, 13 jaar met surround video. Dus die mens die kan ons vertellen dat er in Vlaanderen dat we niet per se naar Silicon Valley moeten om kennis te gaan halen op vlak van 360 video, maar dat er ook in Vlaanderen gigantisch veel know-how zit op vlak van die materie. En Philippe gaat onze case die we samen uitgewerkt hebben voor Studio 100 over de Ghost Rockers. Dat was een live captatie van een evenement in de Petrol. Dat was eigenlijk de laatste aflevering van seizoen 1 van Ghost Rockers. Die wij hebben live gecapteerd. Op zaterdag waren het effectief de tv-opnames en de bandiet werd al live gearresteerd, ook in het publiek. En het concert werd live gecapteerd. En zondag hebben wij de 360-video's opnames gemaakt, die zij later als promotiestunt naar aanleiding van seizoen 2 zullen gaan op de markt brengen. En Philippe gaat even de technische kant van de live captatie toelichten. Voilà, Philippe Beekaert. Dankjewel, Pieter. Zoals Pieter al zei, heb ik mijn achtergrond in een heel ander gebied, namelijk technologieontwikkeling en onderzoek. Inderdaad. Werkt die? Ja. Je kunt mij horen, toch? Oké. Eigenlijk wat... Wacht, hoe moet ik het weer formuleren? Ja, goed. Zelf ben ik eigenlijk al bezig met technologieontwikkeling en onderzoek sinds het begin van de jaren 90 in computer graphics. Niet geheel toevallig tijdens de vorige hype over virtual reality en computer graphics. Dus inderdaad, ik ben er eigenlijk altijd al een beetje door bezeten geweest, laat het maar zo zeggen. Ik ben zelf ook al sinds 2003 bezig met het bouwen van omnidirectionele camera's. Eigenlijk voor theatervoorstellingen van een goede kameraad van mij, Erik Joris, die er in Brussel trouwens een theatergezelschap heeft. Crew heet dat, Creative Workers, crewonline.org heet dat. En we hebben eigenlijk onze eerste performances gehad met HMD's, met omnidirectionele camera's, live, niet live, plus tactiel, plus geur en alles erop en eraan, spelen met het evenwicht zou gaan. In juni 2004, samen met het Toneelhuis in Antwerpen en daarna eigenlijk jarenlang zijn we dat blijven doen, onder andere in de Vooruit, het Kaaitheater. Ik hoor dat er hier een aantal mensen aanwezig zijn. Dus net zoals aan een universiteit is de theaterwereld eigenlijk een plek waar je die technologieën al in een heel vroeg stadium eigenlijk in de praktijk kunt brengen, zonder dat je direct afgestraft wordt door de markt omdat je product eigenlijk nog niet rijp is. Daar komt de ervaring vandaan eigenlijk voor het bouwen van een captatiesysteem. Nu, vandaag sta ik hier met een Yonder-petje op, als adviseur van Yonder. En ik zal het iets meer hebben over de manier waarop dat we het Studio 100-concert van de Ghost Rockers in februari gecapteerd hebben. Nu, de hele bedoeling van immersieve camera's te gebruiken in de context van muziekoptredens is eigenlijk heel simpel. Het is een andere manier om een concert te communiceren, erover te rapporteren, om het van op afstand ook live mee te maken op termijn. Een heel andere manier dan via een gewone videostream. Het punt met een gewone videostream is dat je eigenlijk naar iets kijkt als een buitenstaander. Ik zit hier en ik kijk naar mijn scherm. Ik kijk naar iets dat zich voor mij afspeelt door een venster te laten zeggen. De hele essentie van die immersieve video is dat die kijkervaring compleet verandert.
Dus je ervaart eigenlijk een muziekconcert, al dan niet live, alsof je zelf eigenlijk vooraan op een van de beste plekken in de zaal zit. Niet alleen daar, je wil eigenlijk een concert eventueel ook meevolgen, alsof je zelf op het podium aanwezig bent als muzikant. Of absoluut bevoorrechte plekken, waar dan een normale toeschouwer nooit kan zitten. Dus het, het laat eigenlijk toe om je concert mee te maken op een andere manier, van op andere plekken, dan zelfs als je live aanwezig geweest bent, heeft het eigenlijk toch nog altijd toegevoegde waarde. Nu goed, daar hebben we natuurlijk een captatiesysteem voor nodig. Een captatiesysteem dat eigenlijk omnidirectionele video's filmt. Video's waarin dat je achteraf naar believen kunt rondkijken eigenlijk. Rondkijken in een video is iets wat aan mij niet gewoon is. Het feit dat je kunt rondkijken in een video achteraf, met zo'n bril bijvoorbeeld, maar ook met een webviewer, met een muis bijvoorbeeld, of in een immersieve projectieomgeving, dus volledig omringd door een scherm waarin dat alles getoond wordt. Te zeggen dat kunnen rondkijken, dat eigenlijk die andere belevings, die andere ervaringen creëert. Nu, bij de captatie van dat muziekoptreden van de Coast Rockers, was het eigenlijk de bedoeling van verder te gaan dan enkel 360 graden vanuit één standpunt. Wat verschillende anderen voor ons natuurlijk ook al hebben gedaan. Een van de hele leuke dingen aan een normale videoproductie is dat je kunt switchen tussen verschillende standpunten. Je kan een keer een blik geven op het publiek, je kan kijken naar de lippen van de zanger, je kan kijken naar de vingers van de gitarist. Je kan dus een blik geven van opzij naar het podium toe bijvoorbeeld. Een blik in de massa terug met een bewegende camera bijvoorbeeld. Het feit dat je die verschillende standpunten hebt is heel waardevol. Dus bij de captatie van het concert van de Coast Rockers hebben we dan ook een systeem gebruikt dat toelaat om evenementen eigenlijk immersief te capteren vanuit verschillende standpunten tegelijkertijd, simultaan. Dus hier heb je een voorbeeld van verschillende posities die we genomen hebben. Midden vooraan het podium, dat is eigenlijk een van de meest interessante captatiestandpunten natuurlijk nog altijd. Ook de zijkant van het podium is ook interessant. Opzij en van achter aan het podium geeft u zeer interessante perspectieven naar het publiek toe. Je kunt bijvoorbeeld van opzij, van achter of van achter op het podium ziet je eigenlijk heel goed de interactie van muzikanten onder elkaar op een manier die ik eigenlijk pas voor de eerste keer ook zelf eigenlijk in die mate ervaarde. Door eigenlijk die opnames te maken, door dat unieke standpunt. Een standpunt waar nog een normale cameraman dus ook niet kan staan eigenlijk. En natuurlijk andere standpunten in het publiek zijn en blijven interessant. Men wil dus eigenlijk immersief gaan capteren vanuit verschillende standpunten. En we hebben daar ook een uniek systeem voor ontwikkeld. Dat unieke systeem dat werkt samen met bestaande camera's. Bijvoorbeeld die GoPro-camera-beugels die men daar ziet op de slide rechts. Die zijn qua prijs, qua lichtgewicht, qua compacte omvang, is er niets dat een dergelijke GoPro-rig eigenlijk verslaat. Dat ook maar enigszins in de buurt komt op dit moment. Nu, GoPro, dat waren niet, zeker niet de eerste 360 graden camera's die er waren. Op de linkerslide zie je bijvoorbeeld een Point Grey Ladybug 3 camera die al bestaat sinds 2006 of zo, geloof ik. De voorloper daarvan, de Point Grey Ladybug 2, bestaat al sinds 2004. Zelfs daarvoor, begin de jaren 90, waren er eigenlijk al omnidirectionele camera's die men commercieel kon krijgen, maar die waren heel duur, heel zwaar, voor militair gebruik. Gewoon niet toepasbaar voor iedere toepassing, tenzij toepassingen met heel belangrijke high-end toepassingen of in elk geval zaken waar dat te veel geld. Specialiseerde toepassingen waar men eigenlijk dergelijke high-end technologie kan verantwoorden. Als er iets veranderd is sinds de jaren 90 en sinds een tiental jaar geleden, dan is het wel dit, dat de technologie dus eigenlijk betaalbaar geworden is. Dat je die dus eigenlijk in je handen kunt krijgen voor een redelijk bedrag. Je moet je huis niet meer te leen gaan zetten of onder hypotheek gaan zetten om een dergelijke camera te kopen. Het is betaalbaar geworden. Misschien nog niet voor individuen, maar toch wel voor bedrijven, zelfs kleinere bedrijven. De camera's die we zelf gebouwd hebben, die zijn in tegenstelling tot die GoPro rigs, zijn die zwaarder, ze zijn duurder, ze zijn groter. Nu, die GoPro rigs hebben een bepaalde nadeel. Dat is inderdaad nog altijd een oplossing waarmee je overal tussen een publiek gaat staan. Je kunt er heel makkelijk mee bewegen, overal naartoe gaan. Maar ze zijn niet gesynchroniseerd. Dus ze zijn niet geïntegreerd in een broadcastomgeving, bijvoorbeeld. Ze hebben bepaalde sensorartefacten die erin zitten, omdat ze op die manier in een dergelijk klein pakketje dus die beeldkwaliteit kunnen geven. Zijn er compromissen gemaakt die men eigenlijk voor stitching niet wil. Maar een van de heel belangrijke
aspecten aan zo'n GoPro Rig of die andere camera's is dat dat uiteindelijk een collectie losse camera's is die elk individueel moeten ingesteld worden en aangestuurd moeten worden en die ook elk individueel kunnen uitvallen op ieder willekeurig moment. Dus die betrouwbaarheid is niet altijd fabuleus, laat ons zeggen. Dus het systeem dat we zelf ontwikkeld hebben, een van de grote voordelen daarvan is dat je gecentraliseerde controle hebt over een volledig camerasysteem. Niet alleen die ene 360 graden camera die uit 6 sensoren bestaat, maar ook de verschillende camera's die opgesteld zijn op het podium, die gedragen zich als één camerasysteem. Dus dat je heel makkelijk, perfect synchroon, vanuit de centrale locatie kunt gaan aansturen. Dus de betrouwbaarheid is veel groter, die zijn ook gemaakt om te blijven lopen. Ze hebben robuuste bekabeling ook. Ze zijn gemakkelijker op te stellen op een podium dan gemakkelijker robuust op te stellen. Dus dat zijn een aantal voordelen daarvan. Nu, ook qua computer interface, qua mogelijkheden, heb je veel extra's daar. Die camera's die zijn niet enkel geschikt om vanuit één positie een 360 graden beeld te gaan genereren en om dan eigenlijk online te verspreiden op YouTube 360 bijvoorbeeld. Maar er is, met andere woorden, je kan het 360 graden materiaal gaan, meteen gaan aanleveren aan een eindgebruiker, aan een kijker thuis bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, wat houdt er u tegen om het rondkijken in zo'n 360 graden beeld ook te gebruiken als productiemiddel zelf? Dus die camera zelf, die software die we daarbij hebben, die gedraagt zich als een live virtuele multicamera captatie- en visualisatiesysteem. Dus uit een beperkt aantal camera's die rondom rond kijken of 180 graden kijken bijvoorbeeld, kan je virtuele aanzichten bewegen en je kan ieder van die aanzichten kan je dus gaan manipuleren. Je kan erin rondkijken, inzoomen, uitzoomen enzovoort. En die gaan gebruiken als een alternatief voor een conventionele multicamera opstelling. Dus dat kan dus ook. Tot slot een korte impressie van wat dat uiteindelijk heeft, 360 graden captatie vanuit verschillende standpunten. Dus dit is zo'n standpunt op een podium, waar dan een normale cameraman eigenlijk onmogelijk zou kunnen staan trouwens, die toch wel een unieke point of view heeft op een evenement. Dus ook van opzij. Je ziet, dit zijn bevoorrechte standpunten, standpunten waar een echte kijker nooit kan staan. En dat is inderdaad ook een van de grote voordelen van immersieve videotechnologie. Je kan een mens transporteren naar plekken waar je normaal gezien of helemaal niet kunt komen eigenlijk. En dat is zeker zo voor concerten ook. Dat is het. Bedankt voor uw aandacht. Dankjewel. Ik weet niet of je allemaal gemerkt hebt dat die mensen van Yonder mooiere slides hebben dan ik, maar dat is dan ook hun vak. En ze gebruiken meer Engelse woorden dan ik ook. Maar voilà. Ik ging nu de mensen van Fisheye even voorstellen. Dus Fisheye is ook weer zo'n innovatief Vlaams bedrijfje. En die mensen ben ik gaan bezoeken en daar ben ik binnen geweest. En ja, dus hun kantoor, dat is een soort hangar eigenlijk. Een soort kruising tussen een hangar en de TARDIS, vond ik zelf. Zo'n beetje holodeck erin ook. En Fisheye is ook een fantastische naam voor een bedrijf of zelfs een rockgroep. En Fredo is ook een fantastische voornaam. Dus Fredo de Smet is daar. Ik geloof dat we dat vorige keer dan afgesproken dat hij daar creatief directeur is. En hij gaat nog een paar interessante dingen vertellen. Als ik hem... Ja, voilà. Ah ja, wel, voilà. Hallo. Dat is de laatste slide. Ja, sorry, er is nog een presentatie. Het duurt lang. Maar we gaan het... We zullen eerst even de beentjes strekken. Ik heb een vraagje. Wie luistert er soms naar muziek met een platendraaier? Of wie heeft er nog een platendraaier bij hem thuis? Het is misschien handig als je recht staat, dat is voor mij duidelijker. Een derde toch? Wie is er al naar Tomorrowland geweest? Wie is er al naar Tomorrowland geweest? En wie van die mensen is daar geweest om privéredenen en niet voor zijn job? En wie is er naast Paul McCartney ook jarig vandaag? Yeah! het
het is vandaag de verjaardag van Paul McCartney. Hallo, ik ben Fredo. Wim is de oprichter en werfleider van onze hangar in Wetteren. En we gaan een presentatie geven. We hadden afgesproken samen met Jonder, de mensen van AB, om een beetje een aanvullend verhaal te vertellen. Het eerste deel zal gaan over de ervaringseconomie dat wij in zitten. Dat ook een drijvende kracht zal zijn volgens ons voor VR. En dan net zoals bij Jonder zullen we twee cases aanbieden waarvan één rond muziek gaat. Trouwens, ik weet niet of dat duidelijk is, maar ik ga ervan uit dat de video's die Jonder heeft getoond ook diegene zijn die je straks kan zien in de bril. Bij ons is het zo het geval. Dus de video's die we gaan bespreken kun je straks dan zien in de Samsung-bril. Ik heb een boek mee om het echt te maken. We hebben onlangs een rapport gemaakt, een tekst geschreven over de Age of Experience. Het mocht zelfs niet in de slide van Jonder, het boek, maar die traditionele media wordt nog gebruikt. Ik denk daar heel veel over na. En laat ik beginnen bij het begin. 15 jaar geleden begon ik te DJ'en. Zo ben ik dus heel lang in de muziekwereld blijven hangen en terechtgekomen als DJ, op heel veel festivals gestaan. En dat is nu nog altijd een zeer handige groeibodem. En dat geeft me nog heel veel inspiratie, ja, 2004. Dat geeft me nog heel veel inspiratie om over de wereld en de media, het mediagebruik, zoals die vandaag aan het evolueren is, na te denken. Ik heb er eigenlijk heel veel uit geleerd. Interessant was op het moment dat ik in 2004 en 5 en 6 en 7 en 14, vorig jaar ook, op Ten Days Off en het DJ was, stonden de mannen van Fisheye achter mij te VJ'en. Dat hebben we maar een jaar geleden ontdekt, maar we hebben dus allemaal bij Fisheye een... muziek zit een beetje in ons DNA eigenlijk. En dat is wel wat we zo leuk vinden om hier te mogen spreken vandaag in... in een AB. We staan ook een keer op het podium van een AB. Dus er is zoiets als de experience economy. Dat begrip is gelanceerd, als ik dat mag zeggen, eind jaren 90 in een boek. De digitale technologie heeft daar heel veel in te maken, heel veel mee te maken. Er is een soort drijvende kracht erin. En de muziek speelt daar nog meer een heel specifieke rol in. Dus je kunt, ik kan, of ik heb de neiging om heel veel terug te grijpen naar mijn ervaringen als muziekliefhebber ook, om de maatschappij van vandaag te begrijpen. En door dat begrip geloof ik in VR. Maar laten we teruggaan naar een heel specifiek moment. In 21 oktober, denk ik, in 23 oktober om precies te zijn, in 2001 werd de iPod gelanceerd. En je moet echt die presentatie bekijken op YouTube. Die is niet te geloven. Steve Jobs was net weer CEO van Apple. De lancering van iPod was ook eigenlijk de relaunch van zijn carrière en zijn persoonlijkheid. En hij benadrukt met heel veel genoegen dat je 1000 nummers gaat kunnen meepakken, overal waar je kan. En hij zegt ook, your entire music library, 1000 nummers. En hij is er super trots op. En in de press release staat er dus, with the iPod, listening to music will never be the same again. De mensen in de zaal die zagen er doodongelukkig uit en een beetje te dik ook. En die hadden compleet niet door welke revolutie dat er zich aandiende. Want wat hij daar heeft gezegd, drie zinnen die interessant zijn. Your entire music library, dat was dan op dat moment 1000 nummers maar, kun je meepakken in je zak. En dat is, en hij zei letterlijk, een quantum leap in listening to music. Op dit moment lijkt dat absurd. 1000 nummers op Spotify kan ik alle nummers beluisteren, bij wijze van spreken, die er zijn. En anders ga ik naar Bandcamp en heb ik nog een hele nieuwe wereld die zich hopelijk dient. Dus we zouden die slides of die teksten moeten aanpassen naar uw muziekverzameling. Neem die niet mee op reis of op de fiets of naar uw werk, maar het wordt een commodity. 1, 2... Het past niet enkel in uw zak, het wordt gewoon een ervaring. 3, het was geen quantum leap in muzieklistening, maar het was een quantum leap voor de muziekindustrie to court. Als we zien wat er van 2001 tot nu is gebeurd, en dat is dan heel typisch aan die experience economy,
is muziek op zich is een vanzelfsprekendheid geworden. Als ik zou vragen aan u, hoe oud zijn uw kinderen, Wim? 17, 14. Zouden die ooit nog een cd aankopen? Luisteren die soms de muziek? Continu. Ja, en dat was waarschijnlijk altijd gratis. Kan die andere micro ook aan? In ieder geval, dus de muziek is een vanzelfsprekendheid geworden. Dat is eigenlijk de basisregel van de experience economy, dat we een product hebben die we als een vanzelfsprekendheid beschouwen. En dat de bedrijven dus een ervaring rond het product gaan bouwen om het te vermarkten. Eén. Twee, afhankelijk van welke producten dat zijn, worden er allerlei industrieën daardoor zeer hard veranderd. En de muziekindustrie was een van de eerste met die interessante aankondiging in 2001 van Steve Jobs. Dat is de theorie. En die theorie is niet altijd 100% waar, in de zin van het is niet dat enkel het product wordt verkocht, maar het zit soms in de kleine dingen. Ik denk dat iedereen wel herkent over welke brand ik het heb. Starbucks, inderdaad. Dat kleine element van Starbucks is volgens waarin dan ze uw naam opschrijven en plots het drinken of het bestellen van een koffie tot een persoonlijke interactie maken, is volgens mij een heel groot aspect in het succes van de wereldwijde brand Starbucks. Het antwoord daarop zijn de palmboompjes van de kleine koffiewinkels, want die moesten dan ook iets leuks kunnen doen natuurlijk. Ook in de bankwereld bijvoorbeeld, of in de serviceindustrie wordt er geëxperimenteerd. Heel hard zelfs met een ervaringswereld. Hello Bank is een nieuwe bank van BNP Paribas. Die hebben nu ondertussen het voorbije jaar 3 pop-ups geopend. Een pop-up bank, waarin dat je niets anders kan doen eigenlijk dan ervaringen hebben met technologie. Touchscreens, waarbij dat er een 3D-printer is, waarbij dat er een Oculus is. In de eerste 2 gevallen van Hello Bank in Antwerpen en Brussel. Dan in Luik was er een Gear VR, denk ik. En, het is ook, trouwens ook zij die nu een boek hebben gepubliceerd over de muziekindustrie. Om dus allemaal om de nieuwe consument te begrijpen, wordt er een gigantische shift gedaan van we hebben hier een product, we gaan dat verkopen, naar we gaan een ervaring creëren en zo de mensen een aandacht in en een relatie opbouwen met onze consument. En dus eigenlijk is dit het deel van de presentatie dat niet gaat over de bedrijven, maar over ons, want wij gaan daar heel graag in mee. Interessant is, als ik hier vraag, wie gaat er naar Tomorrowland, dat er zelfs iemand roept, gelukkig ben ik er nog niet geweest. Want Tomorrowland is obviously een muziekfestival waarin dat je de vraag kunt stellen of dat het product, de muziek, überhaupt nog aanwezig is en of dat er niet enkel nog ervaringen zijn. Tomorrowland is inderdaad een soort nachtmerrie, die heel dicht aanleunt dan bij een feerieke droom. Maar ja, je kunt het ook niet kwalijk nemen als Boy Ki Moon dan op bezoek komt, dan steekt ze die ook in zo'n ervaring. En staat hij dan ook zo op dezelfde manier te wuiven zoals die 130.000 supporters, muziekliefhebbers op het festival. Dus ze zijn er wel heel goed in. Om maar een voorbeeld te geven, ik heb nog een aantal voorbeelden over hoe dat de muziekindustrie daar heel specifiek mee omgegaan is, maar dus die lancering van die iPod, waarbij dat plots het beluisteren van muziek en het hebben van muziek een vanzelfsprekendheid wordt, heeft voor een revolutie in de, volgens mij, hè, in de muziekwereld gezorgd. En het is niet onlogisch dat we nu plots veel meer optredens en festivals hebben en dat er veel minder cd's worden verkocht. Dus voor de consument is er een shift van het hebben van een muziekstuk naar de toegang ertoe. Met Spotify kan ik alles beluisteren, behalve dan Paul McCartney, jammer genoeg. Voor de bands is er qua inkomen, en ik trek het een beetje op flessen, een shift van royalties, publishing, naar inkomen via live optredens. Voor de media gebeurt er zelfs een shift naar uitzending, naar het opbouwen van een community. Ik heb een paar voorbeeldjes erin gestoken. Maar bij, denk aan Music for Life bijvoorbeeld, ik ben ervan overtuigd dat het succes van Studio Brussel voor een groot stuk afhangt van hun inspanningen die ze met Music for Life hebben gedaan. En nu een paar nuances. We gingen het over muziek hebben, maar straks hebben we het ook effectief over VR. Er is een duidelijke link.
Spotify heeft van het streamen van de muziek niet enkel een leuke ruimtelijke ervaring gemaakt, maar ook een sociale ervaring. Er zijn heel veel lijstjes en radio's. Dan was er onlangs een reactie van de muziekindustrie zelf, die zoiets hadden van, hey, wij zijn artiesten, onze audio wordt niet genoeg gestreamd. Tidal, die dan plots weer de kwaliteit van de muziek in de markt brengen. En dan vorige week of twee weken terug was er een presentatie van Apple, die met Apple Music de muziekindustrie weer herveroveren. En die keren weer helemaal terug naar de grootste nieuwigheid in die presentatie van Apple Music is Apple For You, Music For You, waarin dan ze zullen gebruik maken van slimme lijsten door mensen gemaakt om muziek te ontdekken. Dus dat wordt gewoon weer helemaal een sociale ervaring, anders dan bijvoorbeeld dat een ervaring zou zijn die over muziekkwaliteit gaat. In de festivalwereld zie je dat ook. De afschuwelijk lelijke website, no pun intended, van Werther is een schril contrast met die van Deep in the Woods. Wat wil ik daarmee zeggen? Je hebt de traditionele festivals die zoveel veel willen aanbieden en daarom hopen in die strategie dat ze zoveel mogelijk verschillende mensen kunnen aantrekken. En dan zie je nu heel veel reacties erop, waarin dan mensen zich opsluiten in een subcultuur, als dat nog bestaat, of in een bos. Deep in the Woods is een festival in de Ardennen, waarin dat je veel hechter met elkaar verbonden bent en ook met de muziek, hopelijk. Of dan zie je bijvoorbeeld hier een foto van Triggerfinger. Dat is een foto van deze week, een 360 graden foto van op Pinkpop. Triggerfinger trouwens, naar mijn, ik zou niet één nummer kunnen oproepen van Triggerfinger, behalve die cover van die remix van die cover die ze gemaakt hebben. Maar dat is een geweldige band die zijn carrière bijna volledig heeft gebaseerd op een goede liveband te zijn. Dus wij als consument, en ik geloof daar echt, ik ben daar zelf een slachtoffer in, we zijn getraind om ervaringen te onderhandelen. De muziekindustrie, toen mijn DJ's waren daar heel snel, hadden dat heel snel door. Ze zeggen natuurlijk dat dat allemaal per ongeluk was en talent, maar volgens mij was het toch wel strategisch. Goose heeft vorig jaar een gelijkaardige ervaring, heeft letterlijk het optreden onderzocht in Deconstruction, waarbij dan ze de vier bandleden elk op een verdiep de muziek aan het afspelen waren. Achterin zag je een projectie van solo-opnames van de band, heel close-ups. En links en rechts zag je allemaal schermen waarbij dat je de andere verdiepen ook zag. Dus je had plots een multimediale manier om de muziek te beleven. En je was ook heel dicht bij de muzikant, want er waren kleine ruimtes, zoals hier. In ieder geval, wat er aan het gebeuren, we hebben trouwens die productie daarvoor mogen doen. Wat er aan het gebeuren is, er worden op andere manieren immersive media gebruikt om met muziek om te gaan en om dus media te beleven. Dat is een heel immersieve manier, bestaat dat woord in het Nederlands, om met muziek of met een live optreden om te gaan. Studio Brussel, dat verhaal kennen we ook. Radio 1 is dat nu aan het doen, het Bel Tienecafé. Ik denk dat je mijn punt wel begrijpt. In ieder geval, de link naar VR is eigenlijk heel duidelijk en ik heb het heel, heel kort gehouden aangezien dat we afgesproken hadden dat de introductie ging gedaan worden. In VR is er iets interessants aan de hand. Er worden geen producten meer verpakt om een ervaring te kunnen verkopen. Er worden gewoon producten gemaakt om een ervaring aan te bieden. De ervaring is in feite het product. Daarom, en dat is een beetje het einde van mijn deel, ik ga er een beetje snel door, aangezien dat het laat is. Daarom hebben wij zo'n soort slechte law, waarbij dat we VR niet als virtual reality proberen gebruiken in onze werf, maar het is een afkorting voor very real, want dat is in essentie wat VR doet. Het biedt u, zoals al andere mensen al gezegd hebben, een manier van mediabeleven aan waarbij dat je echt het gevoel hebt dat je er bent. Het is heel echt en het is ook very real. En ik ben blij dat Jonder dat zo goed heeft gekaderd. En als je ziet welke bedrijven er allemaal op inzetten en de acceleratie die er aan het gebeuren is op de markt. Maar het is ook vooral in de manier waarop wij ermee omgaan als gebruiker en het gemak waarmee dat we ons overgeven aan die technologie, dat maakt het vooral very real. Dat is ook daarom dat we Fisheye, die al 11 jaar eigenlijk onderzoek aan het doen is naar immersieve media, recent een studio heeft opgericht.
een VR-studio, geen apart bedrijf, maar een cel die enkel en alleen daarmee bezig is. Omdat het bij ons bijna een logische manier is om... of een logisch terrein is om te onderzoeken. Betekent niet dat dit de toekomst wordt van cinema. Betekent juist het omgekeerde. Ik denk dat VR, en zeker als je ziet welke hints dat Facebook heeft, een manier zal zijn om het verbonden te zijn van mensen onder elkaar te stimuleren en niet mensen te isoleren. Dus wat, als ik het goed begrijp wat Jondrok zei, het is gewoon een toevoegende laag op de werkelijkheid. En zeker in de muziekindustrie geloof ik dat een aantal, maar er is straks een Q&A, hè, maar in de muziekindustrie geloof ik dat dat heel wervend kan werken voor in contact te treden met je favoriete bands en muziek. We kunnen nog dieper ingaan wat het echt is, maar ik denk dat we al veel theorie hebben gehad. We hebben één filmpje gemaakt vanuit het standpunt van hier, aangezien dat we met een dossier bezig zijn over voor een artiest in Amerika. En inderdaad, je zou dan vanuit het, ik ga niet het beeld kopen. We zouden dan vanuit het standpunt van een van de artiest zou je heel veel leuke dingen kunnen gaan doen op storytelling niveau. Het is een super stom idee, hè? Een super stom voorbeeld, maar je zou heel veel leuke voorbeeld dingen kunnen gaan uitdenken als die artiesten gaan meewerken, als je niet enkel een captatie doet, maar als je storytelling en een verhaal kunt vertellen waarbij dat de artiesten meewerken in het feit dat er een camera is die alles filmt. Daarom heb ik hier een kleine opname gedaan. Voilà, dat is mijn verhaal over de experience economy. We gaan nu twee cases, maar er staan er drie op. Drie, hè? Ja. Over uitleggen en we eindigen met die muziekcase die je dat straks kan zien. Ja, goedenavond iedereen. Ik ga heel praktisch te werk gaan. Ik ga gewoon drie cases uitleggen die we de afgelopen maanden hebben gerealiseerd. Daarvan is Ernst de eerste die gepresenteerd geweest is op ITFA, Internationaal Documentaire Festival in Amsterdam. Dan hebben we Flanders Recycling in samenwerking met Sporza en de Ronde van Vlaanderen. En dan van Raveyards, de Gentse punk techno groep, waarvan we onlangs een musicvideo hebben opgenomen. De Fisheye VR Studio maakt deel uit van Fisheye. Fisheye is wij noemen onszelf een crossmediaal productiehuis. Dat wil zeggen dat we een heel aantal skills en technieken in huis hebben. Zowel content maken, zowel visualisatie, CGI, als het technisch aspect ervan. Dus het integreren van die content, dus schermtechnologie, mediaservers, digital signage. En het effectief ook gaan integreren in ruimtes. Dat wil zeggen dat we bouwen Tomorrowland een deel. Onze werf die loopt over van de Efteling figuurtjes nu. Dat is ongeveer Fisheye. Dat is ons team. Deze foto's zijn niet gemaakt door een fotograaf. Het was een automatische installatie. Je moest roepen om de foto te laten afgaan. Maar bij sommige mensen was hij iets minder hard ingesteld. Dat zie je ook. Sommige mensen moesten iets harder roepen om een foto gemaakt te krijgen. Eigenlijk heb ik zitten nadenken over Fisheye, wat we de afgelopen 12 jaar allemaal gerealiseerd hebben. En soms dacht ik van kijk, eigenlijk hebben we de vierde wand. Dat is eigenlijk de wand die tussen het podium en het publiek ligt, proberen wij neer te halen. Dat is eigenlijk ons al vrij goed gelukt. Bijvoorbeeld een installatie die we gebouwd hebben voor de stad Aalst. Hebben we 360 content gemaakt. We hebben ook heel veel CGI geïntegreerd. Het is eigenlijk een film, een interactieve film, waarbij de kijker middenin de projectie gaat gaan staan. Hij staat er ook niet alleen, maar staat er met familie of andere bezoekers. En ze beginnen eigenlijk redelijk snel al met elkaar te praten en te kijken van hey, heb je dat gezien of kijk eens achter u. Het wordt eigenlijk meer een interactieve sociale animatie. Daar hebben we ook beelden gemaakt met een drone in een kerk waar dan een 360-camera onder hing. In dit geval een cilindrische camera, dus die eigenlijk een brede band filmt rondom rond. Interessant om een keer te doen, ik voelde zo wat een geest in een kerk. Heel leuk. Iets helemaal anders buiten VR, maar gewoon om Fisheye een beetje te duiden, is een oplossing die we gebouwd hebben voor Barry Callebaut, cacao-producent, multinational. Die hadden een probleem met de boeren die niet genoeg opgeleid konden worden. En de boeren waren niet mobiel genoeg. We hebben beslist om dan een
een mobiele school te bouwen die volledig draait, de show althans, op zonnepanelen. En dat is een volledige fisheye-productie A tot Z. Dus vanaf de content, technologie, het besturen, dat mensen van kinderen dat allemaal kunnen besturen. Om eens te duiden wat fisheye allemaal doet in die werf en in die hangaars. Dit is heel recent opgeleverd, vorige week, in het Atomium. Heel mooie animatie, ook 360, met heel veel CGI geïntegreerd, waar de mensen ook samen kunnen gaan kijken naar een mooie VR, ik noem het VR, een VR-animatie. Met een soundtrack ook gecomponeerd door een van ons mannen. Een echte geïntegreerde oplossing. Nu kom ik tot de case. Ernst is op basis van een boek geschreven door een soldaat die in de loopgraven in Vlaanderen een paar jaar heeft moeten rondhangen. Een heel intiem, maar ook heel rauw boek met heel harde getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog. We zijn er beginnen over nadenken van hoe kunnen we dat nu eigenlijk immersiever brengen of beter overbrengen. En we hebben dan besloten om, dat is de man in kwestie, hebben besloten om daar echt een wandeling van te maken. Een wandeling in die loopgraven, in de echte loopgraven. Die hebben we dan 3D-scand. Dat is een techniek die we beheersen, dus via fotogrammetrie. Dat is eigenlijk duizenden foto's maken in verschillende richtingen, een soort van systematische fotografie. Dat je toepast op de loopgraven, zodanig dat je een fotorealistisch 3D-model krijgt van die loopgraven, waar je dan in de oculus kan in rondstappen. Die beelden kunnen gegrayed worden, daar kan van alles mee gedaan worden. Het kan regenen, het kan een verschillende soorten sferen. Ik zal het eens tonen. Wacht een keer. Dus dat is die 3D-model. Dat daar dan uitkomt, is eigenlijk heel fotorealistisch. Door een hele hoop werk, door een heleboel foto's te maken, kan je dan heel die loopgraven gaan mappen. En dan daarna, mits een game engine, gaan integreren in Oculus, wat een echt een heel tof effect geeft. Je kan echt een wandeling maken alsof je er echt bent. En ondertussen luisterde je naar verhalen van die Duitser. Dat was een Duitser, by the way. De Eerste Wereldoorlog. Ik ga terug naar... Mijn muis kwijt. Ah, hier. Oké. Dat was voor ons een heel mooi voorbeeld van een VR-productie. Om nog even te duiden, die fotogrammetrie waar we ook zwaar op inzetten nu, we werken die ook industrieel. Dat wil zeggen dat we... Nu, dit is een interieur. Dit is een virtuele camera die rondbeweegt in een 3D-model. Je zou zeggen, ah, dat is een camera die dit filmt. Maar nee, het is een virtuele camera die rondvliegt in een gescande ruimte. Wat op zich heel veel mogelijkheden biedt naar games toe of ervaringen in echte ruimtes. Dat, uiteraard scannen we ook van buiten. We gebruiken het nu om gebouwen te gaan scannen voor erfgoedtoepassingen, game-toepassingen. Wil je een spel spelen in het Gravensteen, dan scannen we het Gravensteen. En kan je daarin gaan rondlopen en van alles beleven. Dat zijn de sferen die we gestoken hebben in Ernst, de interactieve documentaire. Die we helaas nu niet kunnen tonen, omdat ze niet draait op een phone, maar al enkel op een zware computer, omdat er nogal een zware grafische kaart voor nodig is. Ook een case dat we gedaan hebben in samenwerking met Sporza en Ronde van Vlaanderen. Sporza heeft een fantastische berichtgeving. We hadden niet het gevoel dat we dat konden verbeteren. Dus hebben we gedacht van kijk, misschien kunnen we daar iets aan toevoegen. En hebben we Rix geplaatst net op de grens van het publiek en de renners. Zodanig dat de mensen echt kunnen rondkijken op de ronde. Dat kunnen we straks ook gewoon zien, veel beter dan het te vertellen. Maar uiteindelijk is dat geworden tot een echte fietsfilm. In samenwerking met Fietsberaad hebben we een heel aantal ervaringen opgenomen en gemonteerd tot een echte film. Veel mensen zouden zeggen, monteren moet dan geen one-shot zijn. Een immersieve ervaring kunt er toch niet uit, je kunt daar niet in cutten. Maar blijkbaar is het ons wel gelukt om daar een mooi verhaal van te maken. Dit is Fredo die dan het Vlaamse land heeft doorkruist om dat allemaal op te nemen. Dan onze case nummer 3 is de music video voor Rave Yards. Ze hebben een heel speciale setup.
ze willen niet per se spelen op een podium. Dus voor ons sluit dat mooi aan bij de filosofie van de vierde wand naar beneden halen. Ze kunnen even goed op een plein staan in het midden of op een veld, berg, whatever. Ze hebben een ervaring, een muziekervaring, waar je kan rondlopen in feite, of zelfs binnenlopen. En dat willen we proberen te simuleren. We zijn van heel ver vertrokken in een grote hangar. En je voelde echt de muziek en je voelde echt de energie van de groep. Dat kan je straks ook bekijken. Wat ik opvallend vond, is dat tijdens de opnames, we hebben daar een halve dag opnames gedaan, testjes gedaan en de mannen laten spelen, dus ook met projectie en zo. Dat op het moment zelf voelde ik de muziek niet echt, maar als ik dan de VR aan had en de muziekclip voelde, voelde ik veel beter de muziek. Ik was echt mee met de muziek in plaats van de dag zelf, was ik aan het werken en bezig. En achteraf heb ik echt zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel knap, die muziek. Dus die... En dan hebben we nog, om af te sluiten, hadden we nog een ideetje om in een AB een experience center voor te stellen, waar je dan eventueel zou kunnen 360-ervaringen, muziekervaringen van wereldwijd zou kunnen gaan streamen. Dat zou een mooie oplossing zijn om bijvoorbeeld de muziek te gaan versterken hier in een AB. Voilà. Dat zijn wij. Dank u wel. Ik denk dat we nu alle sprekers eigenlijk bij gaan halen, zeker. We gaan wat vragen beantwoorden en we gaan dat, denk ik, relatief snappy houden, omdat er nogal veel mensen zijn die dat dringend eens op een kop willen zetten. Ik kan me dat ergens wel indenken, maar het komt ervan, het komt ervan. Dus misschien dan de mensen van Yonder ook even erbij dan. Voilà. Dus er was mij gevraagd van, kan ik al een paar vragen stellen aan de mensen zelf? Ik ga alvast één of twee vraagjes lanceren, want dan is dat jullie. Dus een evidente vraag, we zitten hier nogal op een muziekplek, is natuurlijk wat er met de muziek gaat gebeuren. We hebben al redelijk wat gehoord. Je kunt een camera op een podium zetten, je kunt een camera in de zaal zetten, in de studio. Maar de vraag is natuurlijk, op welke manier gaat dat aangeboden worden? Hoe gaan we dat dan zien? Hoe gaat dat gebeuren? Heeft iemand van jullie er al een idee van? Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik denk dat we het allebei al, zowel Fejai als Yonder, hebben aangehaald dat er mogelijkheden zijn om nieuwe ervaringen te gaan delen op vlak van virtual reality. En dat er ook nieuwe businessmodellen kunnen gecreëerd worden voor binnen de muziekindustrie, niet alleen naar live captatie, maar ook naar... ze hebben het ook aangehaald met de iPod case. Dat de cd-verkoop inderdaad, dat is niet meer waar het geweest is. En je merkt dat ook als je... in contact komt met labels dat die budgetten niet meer zijn wat ze in de jaren 90 waren, door die dalende cd-verkoop. Dus dat er op de een of andere manier wel mogelijkheden liggen binnen die virtual reality om ook content te gaan aanbieden op basis van andere verdienmodellen. Maar anderzijds ook dat je als AB zijnde bijvoorbeeld, ze hebben nu een YouTube-kanaal waarmee ze, denk 15.000 volgers ongeveer, plusminus 15.000 volgers, de David tegen. Wel ja, voilà, dat ze op die manier ook eventueel een 360-kanaal kunnen gaan aanbieden. Voor mensen die dan op een of andere reden niet aanwezig kunnen zijn bij het concert. Ik weet niet wat jij daar nog, Filip, nog een toevoeging aan hebt. Nee, voilà. En hoe ga ik dat dan, kopen? Hoe dat je dat gaat kopen? Ja. Vanuit een bril uiteindelijk, hè. Dat er YouTube zal 9 van de 10 ook wel een bepaalde app lanceren. Er is een app voor Android, er is een app voor iOS. Er kan ook wel een app in de Oculus Store of in de Samsung Library zitten. Of andere platformen gaan opduiken, zoals de mannen van Vue dat ermee aan het experimenteren zijn. Om ook die content te gaan aanbieden, dan is altijd een kwestie van oké, ja, gaat dat gebeuren op basis van een subscription model? Of gaat dat gebeuren aan de hand van virtual ticketing en gewoon het aankopen van één ticket? Of gaat dat gratis aangeboden worden? En wordt dat bekostigd door middel van advertenties? Dat staat nog eens in kinderschoenen, denk ik. Er was ook iemand die mij de vraag toefluisterde of er ook VR-porno bestaat. Is er iemand die dat kan beamen hier? Ik heb het al gezien, ja. Het is heel raar dat dat niet in uw slide stond. Het is gek dat we het er nog niet over gehad hebben. Het is eigenlijk zo'n beetje de elephant in the room. Maar, we hebben straks nog een andere ruimte achter het gordijn. Zijn er nog extra demo's? Het cliché, iemand, een wijze man, heeft ooit geschreven dat technologie doorbreekt als de porno.
industrie ermee doorgaat. En het is ook, het zijn eigenlijk ongelooflijk pornofilms in VR. Het is eigenlijk niet te geloven hoe wijs dat is. Het interessantste vooral, maar het is echt niet zo grappig. Hè? Het is echt super grappig. Maar ik wil zeggen, het interessantste vooral is dat er nog connected devices zijn waarbij je dus in een productie zit, visueel, je ogen worden gestimuleerd. Maar daarnaast hebben ze zo een soort mayonaise shakers die ook nog andere lichaamsdelen stimuleren. En die zijn dus connected. En dat werkt allemaal. Dus wat ik zo boeiend vind eraan is dat er die vraag is er. Er is blijkbaar een doelgroep die daar aan het gebruiken is. En ik denk dat die ervaring van VR zo aantrekkelijk is en dan gekoppeld aan porno, obviously, is dat een droomde match. Match made in heaven. Ik denk dat we wel kunnen besluiten dat die... Ik ben echt overtuigd, dat, net zoals jullie overtuigd zijn, dat die VR nu super hard en super snel gaat doorbreken vanuit de vraag van de consument die zoiets heeft van ik wil dat terug. Ik ben zelf niet zo gevoelig aan gaming en zo. Ik ga liever naar een klein concert en naar een groot festival. Maar bij VR-producties heb ik het vaak zoiets, ik wil terug. Het is gewoon te leuk. Het is echt een heel leuke manier om dingen te beleven. En als porno dat heeft, dan zal de muziekindustrie redelijk snel moeten volgen, denk ik. En dan, in die zin is die iPod wel een goed voorbeeld in 2001. Waarom dat ik daar eigenlijk over wil praten, want ik heb het super kort proberen te houden, is... De muziekindustrie is dan wakker geworden van, oh nee, we hebben nu iPods en streaming, peer-to-peer, downloading. En we hebben dan het Napster-proces gehad en die is dan gewonnen door de muziekindustrie. En veel mensen dachten toen van, we hebben de strijd gewonnen, maar eigenlijk was er een strijd gewonnen, maar de oorlog was lang nog niet gespeeld. En die digitale revolutie, want je hebt er net over disruptie gesproken, heeft zich wel voortgezet omdat de vraag van of het gebruik van de klant, de consument, gewoon compleet veranderd was. En ik denk dat bij VR, en porno is daar een goed bewijs van, het gebruik van de klant of de wens of de nood zo snel zal veranderen, gelijk dat hij zegt, Q1, Q2 volgend jaar, ik geloof zelfs nog vroeger, kerstboom, dit jaar, dat de industrieën wel zullen mee moeten gaan. En porno is daar een bewijs van, ja. Want die hebben niet zo'n machtsspel going on, die zijn daar gelijk veel adaptiever in. Misschien als je naar de zaal gaan en zien welke vragen dat er daar branden. Ik weet niet of er een aparte micro voor is, of geef ik dan mijn micro door? Of... Ja, maar neemt het. Oh, voilà. Ja. Daar is een vraag erachter. Oh, misschien hier dichterbij al, voilà, dat gaat sneller. Ja. 3D-tv is niet goed vertrokken. Die brilletjes die verkopen blijkbaar niet goed, omdat de mensen niet graag met zo'n LCD-brilletje willen in hun living room zitten. Maar dat is nog gewoon een tv. Die tv's hebben wel redelijk verkocht, maar er zijn bijna geen filmen op de markt. En nog minder en minder, dus dat is in dalende gang blijkbaar. Hoe gaat het dan met zo'n bril komen? Want dat is nog geïsoleerder dan een gewoon LCD-brilletje thuis voor in de huiskamer. Wie pakt dat op? Wel, daar kan ik op zeggen dat vele jaren geleden hebben we al de vergelijking gedaan tussen 3D, dus stereoscopie zien, om een betere betrokkenheid te krijgen bij een beeld, versus geen 3D, maar kunnen rondkijken in uw beeld. Het kunnen rondkijken in uw beeld is gewoon 100.000 keer sterker dan gewoon met uw twee ogen diepte kunnen zien. Dat is het verschil. De reden dat eigenlijk 3D-televisieschermen bijna door je strot geduwd worden, wel zo was het. Dus als een Sony TV kocht een paar jaar geleden een 3D-TV, kreeg je twee brilletjes bij. Een paar maanden later kwamen er nog een keer twee brilletjes bij, want men wou echt dat je in 3D keek, maar het was inderdaad nog niet veel content. Dat kwam echt van die producenten. En dat kwam van die producenten omdat dat technologisch eigenlijk voor de hand lag. Als je een snelle scherm maakt, dan kunt je dat scherm dus ook maken voor 3D. Het kunnen rondkijken in een beeld heeft langer op zich laten wachten, omdat dat technologisch en ook qua kijkervaring iets heel anders is. Maar net omdat het ook iets heel anders is, is het ook veel sterker. Het is niet zomaar een incrementeerstapje erbij. Je kunt nu ook als buitenstaander naar een beeld kijken met je twee ogen dezelfde tijd. Maar je zit er echt middenin, letterlijk. Wat dat je ziet, gebeurt rond u. Dus de content plaatst de kijker letterlijk centraal. En dat is zo dramatisch anders dat ik eigenlijk verwacht dat nu de golf of de hype kunt noemen van de immersieve video of van de virtual reality, dat die eigenlijk wel kans maakt. Of dat het kans maakt, of dat het echt iets wordt, of dat het meer wordt dan een hype,
hangt niet zozeer van die technologie af. Die is er nu vandaag de dag wel min of meer. Het kan altijd wel verbeterd worden, maar ze is er eigenlijk in voldoende goede mate. Maar dat hangt natuurlijk ook volledig af van creatieve mensen zoals van Vijay en van Yonder, wat die ermee gaan doen. Gaan die erin slagen van een beleving te creëren dat je effectief een tweede keer opnieuw wil kijken? Want dat potentieel zit erin. Iedere keer dat je daarnaar kijkt, zie je iets anders. Zie je weer nieuwe dingen, veel meer dan met normaal materiaal. Of het iets wordt of niet, hangt denk ik volledig af van hoe het medium gebruikt zou worden. Het is een nieuw medium. En ja, waar dat het eigenlijk zit, echt bij het creatieve gebruik ervan. En ik denk dat er toch wel voldoende talent in de zaal is en ook elders in de wereld om er een geloofwaardig verhaal van te maken. Daar geloof ik denk toch wel in. Nog iets aan toevoegen? Ik zou graag heel kort willen antwoorden. Ik zie ook niet veel innovatie in. Vanuit mijn perspectief, als gewone belever, als consument, in 3D-tv. De manieren om naar iets te kijken is eigenlijk exact hetzelfde. Enkel is dat beeld een beetje anders. Terwijl dit is plots ben ik het centrum van de wereld, visueel dan, om iets te beleven. En dus het is echt een groot, groot verschil. En het lijkt eenvoudig, hè? Maar het feit dat je zelf regisseur bent om iets te zien, en als er hier een fiets op mij af of een haai op mij afkomt en ik draai me weg en hypothetisch dat die haai daar geen lawaai maakt, ik ben dus niet bewust van het gevaar, dat geeft u een grote macht. En dat had ik niet bij 3D. Dat was gewoon altijd dezelfde televisieervaring, die vierde wand dat Wim beschreef, werd eigenlijk bijna versterkt. Want we zijn alsmaar meer in het donker gaan kruipen om naar tv te krijgen en het verschil tussen wij, de kijker en de televisie, wordt alsmaar groter, bij wijze van spreken. Dit is radicaal anders. Vooral, we gaan zien of er nog vragen zijn. Ik vroeg mij af of dat er al studies waren naar de gezondheidsrisico's. Heeft dat een bepaalde invloed op je ogen of dergelijke, na enkele jaren? Er zijn talrijke studies daarvan gebeurd. Dus op alle gebieden, zowel fysiologisch als technologisch, sociaal, noem het op. Ook in Brussel, hier aan de VUB bijvoorbeeld, is er een onderzoeksgroep waar dat er redelijk wat onderzoek gebeurd is naar de effecten en de implicaties van immersieve media. Dus ja, het antwoord daarop is absoluut ja. De eerste modellen werden wel ziek van, hè? Ja, om diverse redenen eigenlijk. Ja. Ik kan er eigenlijk een interessant verhaal over vertellen. Hè? Dus in de beginperiode dat we bezig waren met Crew, dus eigenlijk de immersieve theatervoorstelling, kwamen mensen in, groepjes van vier typisch, en die kregen een bril opgezet en die werden in een ervaring geplaatst. Heel in de beginperiode waren er sommige avonden waarbij dat ja, 1 op 4 van de mensen gewoon flauw viel. Dus tot op een bepaald punt dat we dachten van we zouden er eigenlijk beter mee stoppen, want het is echt niet meer verantwoord. We zijn er ook helemaal niet trots op. Dus aanvankelijk dachten we dat is de zogenaamde simulator sickness. Dus te wijten aan het gebruik van sensoren die de hoofdbewegingen registreren, maar niet accuraat en niet snel genoeg, zodanig dat je ergens een conflict krijgt in je zintuigen, in je hersenen enzovoort, waarmee dat je gaat blokkeren eigenlijk. Hè. Dus we hebben dan eens een experiment gedaan met 3 minder goede systemen en 1 verbeterd systeem. En wat we merkten is dat eigenlijk een verbeterde systeem, daar vielen nog meer mensen flauw. Dus we zijn daar eigenlijk helemaal niet trots op. Wat we wel trots op zijn, is dat dat vandaag de dag niet meer gebeurt. En de reden dat het niet meer gebeurt, heeft alles te maken met de manier waarop dat medium gebruikt wordt. Het komt eigenlijk altijd daarop neer. Van die technologie laat je toe van alles te doen. Maar of dat het iets wordt of niet, of dat het iets goeds wordt, of dat het iets succesvol wordt, hangt er echt vanaf van hoe die technologie creatief en anderzijds gebruikt wordt. Daar staat of valt alles mee. Prima, hè? Klopt het dat de stereoscopie dan volledig weg is? Nee, helemaal niet. Op dit moment is dat in ontwikkeling. Verschillende plaatsen in de wereld en zelfs zijn we er technologisch ook mee bezig. Deze camera die hier staat bijvoorbeeld, die is uitgerust met fisheye-lenzen. En eigenlijk met 3 fisheye-lenzen maak je eigenlijk al een volledig 360 x 180 graden beeld. Wel, deze camera die heeft 2 sets van 3 fisheye-lenzen. Die filmde eigenlijk alles dubbel.
Op dit moment wordt dat eigenlijk enkel gebruikt om eigenlijk in een live situatie, als je niet goed weet wat er rond de camera zal gebeuren, te kunnen kiezen waar de naden in het beeld zullen komen. Je kan kiezen of die hier op mij komen liggen of hier en daar. Dus dat kan je doen. Maar die beelden die daaruit komen, waar we al 4 jaar lang mee filmen, die zijn ook een bron, een materiaal om onderzoek te doen naar hoe je met die beelden dus ook 3D-reconstructies kunt maken en ook stereoscopische 360 graden video kan maken. Dus dat zit allemaal in de pipeline. Dat is er vandaag de dag is er nog niet matuur. Je vindt er demos van. Een Californische firma, Joint VR, heeft een aantal zeer mooie stereoscopische 360 graden video demos. Maar die zijn gemaakt met heel veel naverwerking, met heel veel werk achteraf. Dus het komt eraan dat stereoscopische 360 graden video dus ook live geproduceerd zou kunnen worden. Dus over 1 jaar of 2 komt dat er absoluut aan. Het sluit elkaar niet uit. Maar de devices die nu op de markt gaan komen, zijn niks stereoscopisch dus? De brillen zijn stereoscopisch. Het probleem zit aan de captatiezijde. Dus als er gewerkt wordt met synthetische computergraphics modellen of met fotogrammetrie, zoals Vijay bijvoorbeeld doet, dat kan perfect stereoscopisch. En ik denk dat je het ook absoluut stereoscopisch doet, is het niet? Ja. Voilà, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar dus als het gaat over gefilmd materiaal, dan is de stereoscopie nog meer werk. En daar zit wel een enorm potentieel nog in. Ja, kunt misschien de microfoon doorgeven aan de persoon achter u, want die had ook een vraag. Ja, inderdaad. Ik vroeg mij, alles is bij die VR-beleving heel visueel. Maar ik vraag me af of dat er het auditieve aspect, nu dat we toch over muziek en zo aan het praten zijn, het geluidsbeeld. Verandert dat? Of is daar een mogelijkheid bij? Of zijn daar creatieve ideeën bij? Of wordt dat niet echt uitgewerkt? We hebben het daar inderdaad vandaag niet over gehad. Maar ook daar zijn er heel veel experimenten mee gebeurd. Onder meer bij Crew, maar ook elders. Die 360 graden video die werkt heel goed samen met spatiaal geluid. Fantastisch goed samen. Het is zelfs zo dat eigenlijk het kunnen rondkijken in een beeld, terwijl je rondhoort in het geluid, versterkt het geluid enorm en omgekeerd. Dus echt veel meer dan stereoscopie is eigenlijk het rondom rond geluid een factor die de beleving enorm versterkt. Dus daar is mee geëxperimenteerd geweest. Wat ontbreekt er daar? Je hebt wel 5.1 spatiaal geluid voor in de huiskamer, maar dat is eigenlijk niet geschikt voor representatie in een koptelefoon. Nu, al in de jaren 70 was de BBC bijvoorbeeld bezig met een formaat om spatiaal geluid zelfs te kunnen uitzenden via FM. Wel, de BBC heeft enkele jaren geleden ook dat onderwerp terug opgepikt en zij zijn niet de enige. Dus vroeg of laat komen we in een situatie waarbij dat het uitzenden van spatiaal geluid en het distribueren van spatiaal geluid ook op internet, waarbij dat gestandaardiseerd zal worden. En een keer dat dat zo is, dan zullen we zien dat dat ook overal in die VR-headsets meteen geïncorporeerd zal worden. De reden dat er vandaag nog niet is, is omdat er nog geen standaard is voor de distributie van dat spatiaal geluid. Wel veel experimenten die de ervaring enorm versterken. Wat wij gedaan hebben bij de Ernst documentaire, is in Unity kun je wel zeggen van oké, het geluid komt van achter u, van links. En je kunt ook, als je dichter komt bij iets, kan het ook meer lawaai maken enzovoort. Maar dat is redelijk beperkt tot nu toe. Afhankelijk van de captatie dat je doet. Om een voorbeeld, om een beeld te geven, de distributie is moeilijk. De captatie van geluid, 360 graden rond, is ook moeilijk. Het beste beeld, je moet dat straks eens googlen, van een 3D-microfoon. Dat ziet eruit bijna als een soort grap. Dat zijn zo een aantal oren die rondom rond zijn gemonteerd. Omdat de manier waarop wij geluid ervaren is zo specifiek verbonden aan de manier waarop ons oor is, dat het al veel moeilijker is om gewoon te capteren dan de manier waarop onze camera, onze oog, zo heet dat tegenwoordig, werkt. Dit, ik denk belangrijk om, ja, sorry, om op te merken dat we dit allemaal nog aan het uitvinden zijn eigenlijk. Deze mensen zijn het allemaal aan het uitvinden momenteel. Hè. Ja. Wel, uitvinden niet, maar die ideeën zijn al oud, die zijn stokoud. Maar wat ons wel in een unieke positie zet, is dat we vrij vroeg geanticipeerd hebben en die nieuwe ideeën zijn beginnen toepassen nu dat de technologie er ook klaar voor is. Voilà, nog vragen? Ja, ik zit een beetje met een vraag rond het creëren van empathie. U spreekt over de vierde wand verbreken en zo. Soms spreekt men ook over virtual e-reality, namelijk
We zien de foto's van de vluchtelingen en de empathie vervalt een beetje omdat wij toeschouwer worden. Dus een beetje een praktische vraag, een beetje cru gesteld. Zouden jullie tekenen voor een virtuele tour van Auschwitz, bijvoorbeeld? Zouden jullie daarvoor durven tekenen? Het is een heel cru voorbeeld. Ben absoluut. Benieuwd. Ja? Nee, de trigger, zoals ik daarnet zei, ik ben niet zo een persoon die eigenlijk van gaming en veel technologie houdt, eerder van meer poëtische manieren van mediabeleving. Maar de trigger om echt alle voordelen opzij te zetten over die VR was toen dat ik gaan onderzoeken ben wat er allemaal van experimenten gebeuren in storytelling en in de documentaire wereld. En er worden prachtige verhalen gemaakt die echt eye-opening zijn wat, in zaken de onderwerpen die je nu beschrijft, waarin dat je empathie nodig hebt om het onderwerp eigenlijk te begrijpen, waarin dat niet enkel gaat over we verplaatsen ons naar een andere wereld, maar we verplaatsen ons en dan. En er worden heel, heel schone documentaires gemaakt, bijvoorbeeld één documentaire gratis te downloaden en te zien dus op een cardboard, dus eigenlijk zo goed als voor iedereen beschikbaar, met een smartphone dan, is een documentaire over een vluchtelingenkamp in Syrië. Er is een interessante onderzoekster in de VS, Nonia de la Peña, die daar al heel veel research in heeft gedaan. En dat was voor mij echt de trigger om te zeggen, wow, dit is een soort empathiemachine waarmee ik aan de slag wil. Natuurlijk moeten wij commercieel aan het werk, want het is hard werken om dat verkocht te krijgen. Je moet je klanten altijd overtuigen. Maar je moet echt op zoek gaan naar VR en immersive media in de docu-wereld. En het is onvoorstelbaar wat voor interessante dingen dat er te vinden zijn. Wat is eigenlijk het verschil, of waar trek je de lijn tussen Vijay en Yonder? Want het is... Ik weet niet of ik daarvoor kan spreken. Hoe dat ik het enerzijds, denk ik, begrepen heb, is dat wij eerder aan dat strategische gaan denken en hoe je daar een bepaalde business rond kan gaan creëren, terwijl Vijay vooral gaat focussen op de experience van de virtual reality. Wij hebben daar ook uiteraard oog voor, maar ik denk dat bij hen, gezien de achtergrond dat ze hebben en waar je uitkomt, dat vooral daar het grote verschil in zit, denk ik. Ik weet niet wat. Ja, wij willen vooral mooie verhalen vertellen in de VR. Ik denk dat dat minder misschien in die niche duiken dat jullie zien en het meer geïntegreerd zien in ons ecosysteem of VR. Maar... Nog vragen? We kunnen denk dat we er nog een paar kunnen pakken, hè? Even om timing. Zijn jullie bezig met privacy of is dat totaal geen issue? Omdat ik denk dat als je op een podium staat en je bent artiest en je wordt een uur en een half gefilmd of zo, dat anders is dan in het publiek, dat je weet dat er iemand gewoon een uur en een half op je kop kan staan kijken. Of een paar miljoen mensen. Of is dat geen probleem? Denken jullie? Iemand? Ik heb er eigenlijk, dat is een issue waar we momenteel nog niet mee te kampen hebben gehad. Ik denk dat we met een privacy kwestie zouden gezeten hebben in New York, dat we wel een groot probleem zouden gehad hebben. Want ja, als je een beeld maakt op Times Square, je moet van iedereen een toestemming krijgen, dan houdt het op natuurlijk. Hè. Ja, nee, daarom de vraag. Hè. Ja, tuurlijk. Ooit iemand... Allee. Ik denk dat vroeg of laat wel iets aan bod zal komen, dat wel eens gereguleerd zou worden. Maar we hebben er momenteel nog niet mee te maken gehad in ieder geval. Er is een belangrijk verschil tussen privacy, hoe dat gepercipieerd wordt in Europa en in de rest van de wereld, in het bijzonder in Amerika. In Amerika bijvoorbeeld is er geen privacy in publieke ruimte. In Europa wel. En dat creëert natuurlijk in Europa wel een aantal problemen die in Amerika zich niet voordoen. Nu ook televisie, uitzendmaatschappijen, de VRT, die hebben allemaal net dezelfde probleem. Hè. En zeker in de context van de user-generated content die je sowieso op een concert en overal alles krijgt, zijn al die privacyproblemen die worden heel scherp gesteld. Ik ben daar zelf geen specialist in, maar andere mensen zijn daar wel mee bezig. En ik verwacht eigenlijk wel dat die wetgeving op een of andere manier ook zal moeten volgen, vroeg of laat. Ik
zou nog één ding willen zeggen, teruggaan naar hoe ik met muziek omga. Ik merk dat veel mensen geen muziek meer aankopen, maar tevreden zijn met de toegang tot muziek, zij het op YouTube of op Spotify of wat dan ook. Ik denk dat bij privacy een gelijkaardige gedachte kan gemaakt worden, zoals Philippe ook aan heeft. Het gaat niet meer enkel over het hebben van die privacy, maar over wie heeft er de toegang tot mijn gegevens. En als je in de publieke ruimte zit, heb je geen privacy. Maar je wilt ook niet dat die toegang tot je beelden voor verkeerde dingen gebruikt wordt. Dus ik denk dat een zeer... eigenlijk vind ik dat een ouderwetse vraag. No pun intended, maar... Ik probeer zo'n dingen anders te bekijken, van hoe gaan we met andere dingen om? En er is een shift aan het gebeuren. Ja, we moeten nagedacht worden, waar is het trade-off? Absoluut, zoals in alles tegenwoordig. Oké, we hebben nog tijd voor één vraag, denk ik. Dat zal ongeveer de laatste zijn. En dan gaan we die dingen eens opzetten, denk ik. Hoe betaalbaar is zoiets opnemen al? Want, hoe betaalbaar? Als we kijken naar muziekindustrie of culturele centra, daar zijn de bedragen niet zo groot als in de commerciële sector. Hoe groot, ja, hoe betaalbaar zou zo al iets kunnen zijn voor hen? Voor een captatie dan? Ja. Ja. Nee. Wat mag dat kosten? We hebben geen probleem. We hebben sowieso afgesproken geen prijzen te noemen. Omdat we, als je echt interesse hebt, moet je naar ons kantoor komen. Zo werkt het. Maar ik ben er wel van overtuigd, zoals ik daarnet al probeerde duidelijk te maken, dat de vraag zo groot zal worden dat het democraat of het economisch principe daar ook op in zal spelen en dat dat dus niet duur zal blijven. Je ziet ook dat heel veel bedrijven zoals Samsung en Facebook en andere camera's op de markt zetten, ook op consumentenniveau. Gear VR is geen 600 of 700 euro zoals de telefoon die je ervoor nodig hebt, maar 300 euro, 200 euro, zoals een gaming device. Dus dat wordt echt in de markt gezet voor op een consumentenniveau. En als jullie dat gaan willen, zullen wij er wel voor moeten zorgen dat het betaalbaar is. Dus dat is gewoon iets dat heel snel zal fluctueren. Om er toch een bedrag op te plakken, zo'n camera-ding, zo, dat is een 10.000 euro, zoiets. Grote orde. Nee? Dat zal zoiets zijn ongeveer. En, ja. Maar de know-how die erin zit, is veel meer waard. Ja. En om dat dan te monteren, dat is een opname, dat is een paar dagen werk, had ik begrepen. Nee, dus zelfs de bedoeling dat eigenlijk zelfs in real-time kan gebeuren, het moment zelf. Dus dat het zelfs kostenbesparend wordt om normale producties met dergelijke camera's te gaan maken, daar gaan we naartoe. Wel, wat is het verschil? Het zijn eigenlijk nieuwe toepassingen die mogelijk gemaakt worden door materiaal dat je sowieso zult hebben. Of, ja, je zit nu niet één camera in, maar er zitten er zes in. Maar die camera's die worden allemaal goedkoop. En we krijgen allemaal zo gigantisch veel pixels, veel meer dan je op één scherm kunt zetten, dat een hele natuurlijke evolutie is om die camera's zo te maken dat je erin kunt rondkijken in het beeld. Dat is een evolutie die voor de hand ligt. Dus in 2018 komen er 8K-camera's op de markt met een resolutie van videocamera's. Die filmen dan 60 beelden per seconde, tientallen miljoenen pixels per seconde. Uw televisie in 2018, dat zal nog altijd een 2-megapixel televisie zijn. Dus je krijgt aan de camerakant veel meer pixels dan dat je op het scherm kunt afbeelden. Dus het is eigenlijk een natuurlijke evolutie om die kant uit te gaan. Ik denk wat Fredo ook aanhaalt, is dat je inderdaad mee dat de prijzenmarkt wel min of meer zal gaan volgen. Maar het is ook een beetje de manier van werken en de personen die met het materiaal aan de slag gaan. Je zou bijvoorbeeld een handicam aan eender wie in de zaal mee zonder video achtergrond kunnen geven. Die kan dan een film in maken, maar kunnen ook bijvoorbeeld een Hollywood-productie gaan betalen. En dat is ook over andere budgetten bezig natuurlijk. En er komen inderdaad van die kant-en-klare modelletjes op de markt waar gestitchte beelden uitkomen. Maar die kwaliteit die gaat natuurlijk niet hetzelfde zijn dat bijvoorbeeld zo'n camera gaat reproduceren. Dus dat is moeilijk om daar een prijs op te plakken. De mensen die mij vragen, zeg ik altijd, ja, hoeveel kost een auto? Je kunt een kleine auto kopen, maar je kunt ook een hele grote, dure auto kopen. Dat is het verschil. Ik denk dat inderdaad op termijn wel zo'n... Dat gewoon case per case moet bekeken worden. Voilà, maar ik denk dat we daar ongeveer gaan afsluiten, waarbij ik... alvast hier de sprekers kan bedanken. En ik weet niet waar het zich allemaal gaat afspelen, maar op het podium, kijk, voilà. In ieder geval goedenavond nog en veel plezier met uw eerste VR-ervaring.